Weet je, de Bijbel zegt: Goedheid en gunst zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik heb besloten: als het niet goed is en geen gunst is, heeft het geen recht om mij te volgen. Met God is het onmogelijk om te verliezen. Wat het probleem ook is in je leven, zorg dat je het dit jaar overwint, er klaar mee bent en voor het Koninkrijk van God gaat. De kracht van God is op je. Weet je, de duivel heeft geen recht om jou, over jou te is. Jij heerst over hem, hij is onder je voeten. Kijk, de tekst die we laatst uit de Vezer 1 zegt... Jezus is geschreven ver boven alle macht. Hij moet gewoon met een verrekijker naar beneden kijken... om te kijken waar die de duivel helemaal heen geschopt. 1 Johannes 5, vers 4. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Het maakt niet uit wat er tegenover je komt. Jouw geloof heeft de kracht om het te overwinnen. Jij hebt overwinnend geloof in je. Dank u, Vader God, voor deze tweede avond over demonie en bevrijding. Over de geestelijke wereld, over geestelijk inzicht. Heer, dank u wel voor alles wat we hebben al mogen ontdekken in uw woord. En ik bid ook vanavond dat het licht van uw Heilige Geest erop zal schijnen. Heer, als we onderzoeken deze thema's in uw woord, Heer, dat uw Heilige Geest openbaring geeft, dat u wijsheid geeft, dat u inzicht geeft. Heer, over deze thema's, wat zo belangrijk is. Heer, dank u wel ook dat, uh, dat het praktisch zal worden in mensenleven. Dat zodra we hier kennis over krijgen, heer, dat we er ook in uit zullen stappen. Heer, en ook dat u vanavond zegent en dat u ons leidt in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Dank u, Heer. Mm -hmm -hmm. Oké, okay, de tweede avond. En uh, wie heeft de eerste avond uh, terug kunnen kijken al? Wie nog niet? Oké, okay, dan hoop ik dat je het een uh, beetje bij kan houden. Want. Uh, <laughs> We hebben behoorlijk wat, uh, wat materiaal gecoverd in de eerste avond en behoorlijk diep ook. Um, maar ik, ik heb ook gezegd, het is ook goed dat we dat, uh, dat, we dat, dat, we dat kader neerzetten, om het zo maar te zeggen. En echt diep het woord in gaan om te kijken wat zegt de Bijbel hierover. En wat zegt de Bijbel over deze thema's? En. Dus als je de eerste avond nog niet hebt gekeken, wil ik je echt aanmoedigen om eens terug te kijken. Ze staan op YouTube. En de eerste avond hebben we gekeken naar de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En ik denk dat voor heel veel mensen was dat behoorlijk nieuw. Er was een behoorlijk nieuw perspectief op geestelijke strijd. En dat je dat door de hele Bijbel van Genesis en de landsbeloftes en de landsinnames uit, uh, uit het Oude Testament, dat je daar dan een keer dat thema geestelijke strijd overal in terugziet. En vanavond wil ik daar een stuk over verder gaan. En ik wil ingaan op waar komen demonen vandaan? Wat zijn demonen? Hoe is het Koninkrijk van de duisternis georganiseerd? En hoe gaan we om met deze duistere machten? En wat doen demonen? Dus daar wil ik vanavond op ingaan. Waar komen de demonen vandaan? Wat zijn demonen? Hoe is het Koninkrijk van de duisternis georganiseerd? Hoe gaan we hiermee om? En wat doen ze in ons, in ons in, ik hoop zo min mogelijk in ons leven, maar wat proberen ze te doen? En waar, wat zijn nou activiteiten van demonen? En Dit is dus geen heel, heel makkelijk onderwijs weer, van waar komen demonen vandaan, wat voor wezens zijn het? Maar met de basis van de vorige keer kunnen we uh, behoorlijk een eind komen. En voordat ik daarop inga, ik ervaar ook in mijn geest om uh, een profetisch woord. Dat net, uh, wat net tijdens de aanbidding in mijn hart ontstond. En ik schreef dat op. En uh, wat ik ervoer in mijn geest is dat God dit zegt: Ik zoek hen die willen gaan staan en gaan voor de bevrijdingsbediening. Want velen gaan gebukt onder jukken en er is salving om ze vrij te zetten. En velen zitten in de gevangenis en er is salving om ze te bevrijden. En ik ervaar dat echt in mijn geest en ik moest denken ook aan Jezaja 6, waar we lezen dat Jezaja zijn roeping ontvangt. En dan hoort hij de stem van de Heer en hij zegt, wie zal er gaan, wie kan ik zenden? En dan zegt Jezaja, Heer, hier ben ik, zend mij. En ik geloof dat vanuit de geest van God, dat, die, dat diezelfde roep nu uitgaat. Hier in de zaal, mensen die het thuis kijken, maar dat God mensen zoekt die in die bevrijdingsbediening willen gaan staan. Want als je hiermee bezig gaat, en ik had het er vandaag nog even over met Wendy, als je bezig gaat met bevrijdingsbediening, dan kom je er pas achter hoe groot het is en hoe gigantisch veel mensen zitten onder demonische jukken. En, en ik ervaar echt een roep vanuit het hart van God dat, dat we hier weer meer in moeten gaan staan. En het lijkt erop in de Pinksterbeweging, in de charismatische beweging, in de evangelische beweging, dat een aantal dingen te normaal zijn geworden, als het ware, waardoor daar niet meer de aandacht op ligt. En ik ervaar datzelfde met bevrijding. Ayan die reist regelmatig met me mee als we op reis gaan of als we gaan spreken. En we lopen er regelmatig tegenaan dat de mensen die je spreken en advies vragen naar diensten. dat binnen twee seconden heb je door en over. Het is gewoon een demonisch juk waar ze onder zitten. Maar waar je niet in een paar minuten daar de tijd op zondagochtend hebt. om die mensen daar vanaf te helpen. En, en, en vaak ook in heel veel kerken waar nooit voor bevrijding wordt gebeden. waar geen bevrijdingsdiensten zijn. En waar dus gigantisch veel mensen gewoon niet op bloei komen, omdat de demonie in hun leven zit genesteld. En weet je, er is salving van God beschikbaar om mensen vrij te zetten. En als je ermee bezig gaat, eh, tegelijkertijd ook bijna een stukje wees gewaarschuwd, want je gaat wel wat op je dak halen. Want als er natuurlijk één ding is waar de duivel een rot hekel aan heeft, dan is het bevrijdingsbediening. Want het liefste wil hij dat demonen gewoon ergens ongemerkt kunnen zijn en kunnen zitten... En dat daar zo min mogelijk aandacht voor is. En wat ik vorige keer ook al zei, dat je in Nederland bijna een soort aanval ziet op die bevrijdingsbediening. Maar God zoekt mensen die daar malingen hebben wat de duivel probeert te doen en die het koninkrijk van God willen bouwen. In het boek Handelingen was er niks zomaal, zo normaal als bevrijdingen. Toen de discipelen verspreid werden, zaten er en ze, ze dreven overal demonen uit. Er is een tekst die letterlijk zegt: Jezus trok de synagogen rond en dreef overal de boze geesten uit. In de synagogen, gewoon in de kerkdiensten. Het was een standaard onderdeel van Jezus zijn diensten, was het bevrijden van mensen van boze geesten. Het was standaard in de bediening van Paulus. Het was de standaard opdracht naar de kerk. Verspreid het evangelie, drijf demonen uit en genees de zieken. Het hoort bij die basisopdracht. En als je dan kijkt in hoeveel kerken uh, dat gedaan wordt, het uitdrijven van demonen, heel weinig. Ontzettend weinig. En ook het aantal mails wat we krijgen, roel weten van. die zitten de hele dag luisteren op de inbox. Gewoon mail na naar mail na naar mail, naar mail. Van mensen die vastzitten onder demonische jukken. En dat je denkt: goeiedag, hoe gaan we dit ooit in goede banen leiden? Hoe gaan we al die mensen helpen? Dus ik geloof echt: er zitten veel mensen, maar God zoekt mensen. En ik wil ook als je eigenlijk vragen. Of je wil gaan staan en dan misschien mensen die thuis achteraf kijken, of je thuis wil gaan staan. Als je het idee hebt van: ik wil daar instappen, ik wil stappen in die roep van God om mensen vrij te zetten in de bevrijdingsbediening. En dan wil ik gewoon over je gaan bidden. En wees wel gewaarschuwd als je gaat staan, want ik geloof ook dat er gaan mensen op je pad komen om ze vrij te zetten. Dus als jij ervaart of zegt: hé, hey, ik wil daarvoor gaan, ik wil gaan staan in die bevrijdingsbediening om mensen vrij te zetten. En als mensen het achteraf thuis kijken, mag je thuis gewoon gaan staan. En strek dan je handen uit. Vader God, u zoekt arbeiders. U zoekt mensen die zeggen: "Ik wil gaan. Ik wil gaan staan in deze bediening." Heer, u zegt in uw woord dat er zalving is. De zalving verbreekt elk juk. En er is zalving om jukken te verbrijzelen, om gevangenen vrij te zetten. Heren, er is zalving zoals bij Paulus, waarin demonen als ze slechts zweetdoeken aanraken, het uitschreeuwen. en ik bid dat u uw zalving plaatst op een ieder die nu hier in de zaal of thuis, of waar dan ook is, meebidt en gaat staan en zegt, Heer, hier ben ik, zend mij. Laten we dat zo hardop zeggen. Heer, hier ben ik, zend mij. en ik bid voor al deze mensen dat u ze onderscheid van geesten geeft. Dat u zalvingen geeft, dat u de gave van geloof geeft. De werking van kracht om demonen vrij te zetten. Heer, ik bid ook dat mensen die gebukt gaan onder dat u ze op hun pad zal brengen in de komende tijd. Heer, zodat ze ze vrij kunnen bidden. Vrij kunnen bidden. En ik bid, bid ook, ik moet denken aan de profeet die op een gegeven moment zei, Heer, open uw ogen. Zo bid ik, open hun ogen. Heer, zo bid ik van ieder. Heer, dat ogen open gaan en de realiteit van de geestelijke wereld voor mensen open gaat dat ze zullen zien waar demonische jukken zitten in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Ik geloof dat dat ontzettend krachtig is dat als onze ogen open gaan en dat is, dat is ook de bedoeling van dit onderwijs dat je ogen open gaan dat je op een gegeven moment en zeker als je er meer mee in gaat handelen dat je overal ga je het dan tegenkomen en ga je het zien, maar we kunnen mensen zoveel beter helpen. Als we bevrijdingsbediening hebben in onze kerken, gewoon in het lichaam van Christus. Sterker nog, ik geloof dat bepaalde pastorale teams honderden uren demonen hebben zitten counselen. Zo <laughs> mensen zijn gewoon niet door waar ze mee zitten te praten. Het is een demonische macht of een demonisch bolwerk in mensenleven, waardoor ze niet verder komen. En je kan ze honderden uren advies geven en ze gaan niet verder komen dan dat ze bevrijd worden van boze geesten. Dus in ons land worden helaas heel veel demonen, krijgen gewoon iedere keer counseling. Als ze niet opletten, worden het nog christelijke demonen. Zo worden ze gecounseld. Weet je maar, gewoon het uitdrijven van demonen. Ik weet, ik moet denken aan een bevrijdingsdienst die we ergens deden. En we hadden niet genoeg mensen om voor iedereen te bidden. Dus op een gegeven moment dat gebedsteam van die kerk die kwam er ook bij. En ik stond daar de demonen uit te drijven. En naast mij stond zo'n vrouwtje van die kerk. En die hoorde ik bidden. Heer, zegen haar in Jezus' naam. En ik zei, wat ben jij aan het doen? Je moet die demonen niet zegenen, je moet ze eruit sturen. Weet je, oh ja, 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 nou zijn we niet helemaal gewend. Hè? Maar daarvoor kwamen die mensen naar voren. En dan zie je ook vaak dat we helemaal niet gewend zijn of getraind zijn om demonen eruit te sturen. En weet je, demonen gaan gezegend terug naar hun plek. <laughs> maar goed, we moeten gaan staan in die bevrijdingsbedieningen. Mensen vrijzetten van allerlei jukken. Amen. Oké. Okay. Nou, ik wil dus beginnen met waar komen demonen vandaan? Dat is nog een stuk theoretisch, maar wel heel belangrijk. Dus, deze uh, onderwerpen gaan we behandelen. Uh, ik wil ook even vorige keer even samenvatten. Omdat uh, gewoon dat we even weer weten waar we zitten. En dit blijft altijd een beetje het kernpunt over demonie en bevrijding. En zeker de geestelijke wereld. De opdracht is ontzettend simpel. Drijf demonen uit. Drijf ze uit. En ik geloof dat het goed is als ze onderzoek doen van waar komen ze vandaan of hoe zit dat met die machten. Maar hou de opdracht altijd heel simpel. Hou de opdracht zo simpel mogelijk. Drijf demonen uit. De theologie kan wat lastiger zijn, maar de opdracht is simpel. Verder heb ik gezegd, de geestelijke wereld bestaat uit drie hemels, of drie hemelen. En die hebben allemaal ook hun bewoners, om het zo maar even te zeggen. Geestelijke inwoners daarvan. En dit zijn de Elohim. Die geestelijke wezens worden Elohim genoemd. Uh, er gaat dus niet alleen over God, hoewel het soms naar God verwijst, maar ook andere geestelijke wezens heten Elohim. God, engelen, geesten, gevallen engelen, die ook wel goden genoemd worden, uh, gerubs, demonen, allerlei wezens worden Elohim genoemd. En we hebben ook gezien dat er is een hemelse raad... Een geestelijke raad, het hemel de lege machten die met God regeren in die geestelijke gewesten. God is de allerhoogste God, hij is de enige God, maar er is die raad van God, van Gerub zijn geestelijke wezens. En dat zien we in Jezaja 6, daar zegt God, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? En hetzelfde zie je bij Babel, dat God zegt, laten wij naar beneden gaan om te kijken wat ze aan het doen zijn. Dus er is een geestelijke raad aanwezig, die samen met God... Functioneert. En een gedeelte van die raad is gaan rebelleren. En in de Bijbel, in Genesis, lezen we eigenlijk drie grote momenten van rebellie, van geestelijke rebellie. Voor veel christenen is alleen het eerste moment is bekend. Dat is namelijk in de hof van Ede, waar de slang Adam en Eva misleidt om te zondigen. en ze worden uit het paradijs gezet. En ze verliezen daar, zeg maar, die geestelijke realiteit. Maar in Genesis hoofdstuk 6 lezen we van nog een hele grote geestelijke rebellie, namelijk dat de Gode zonen, de zonen van God, dus die engelen, die kwamen naar beneden, die hadden gemeenschap, die hadden seks met de vrouwen van mensen, en daaruit ontstonden kinderen. En die kinderen, dat was een, half, was een soort hybride ras, om het zo maar te zeggen. Gedeeltelijk mens en gedeeltelijk een geestelijk wezen. En de Bijbel zegt zelfs dat, daarover dat zij heel de aarde vulden met kwaad. En dat was zelfs zo slecht... Dat God als reactie daarop zegt: ik ga de aarde verwoesten met de zondvloed. En uh, dit mag niet langer dan 120 jaar zo doorgaan. Het gevolg uh, is demonie, gaan we vandaag over hebben. Dan zie je uh, Babylon ontstaan. En veel mensen hebben niet door de geestelijke rebellie die achter Babylon zit. Maar als je goed leest, dan zie je dat het rechtstreeks ingaat tegen de opdracht van God. Want God zet er een verspreid je over de aarde. Maar in Babylon zeiden ze, nee, wij blijven hier op één plek en we gaan eigenlijk een tempel bouwen. Die torens waren tempels die hoger dan de hemel rijkt. We gaan ons verheffen boven God. En... Dan lezen we ook, gaan we zo meteen nog zien wie daar achter zat en dat dat een geestelijke macht was. En dan kijkt Mozes daarop terug en die zegt: Dit is het moment dat God de volken overgaf om de andere goden of de uh, gevallen engelen als het ware, te dienen. Die nefilim, die reuzen die ontstonden, dat waren de wezens, uh, blijken achter de rebellie van Babylon te zitten. Want dan wordt die geslachtsregister wordt daar beschreven en dan spreekt het over de Giborim. Dus die, de Bijbel zegt dan, die Nephilim waren giborim, of gibor. En dat staat voor geweldenaars. Alleen het staat voor geweldenaars in een enorm negend. Ze, ze vulden de aarde met geweld en ellende. Dus dat werden de giborim genoemd. En altijd als de Bijbel daarna verwijst, gaat het over die zwaar demonische wezens. Waar God zijn oordeel over uitroept. Uh, en uiteindelijk lezen we dan dit. Dat Nimrod begon een geweldenaar te worden op de aarde. Hier heb ik net over verteld. En die reuzen die daar ontstaan, die zien we dus zelfs met de inname van het beloofde land een cruciale rol spelen. Dat, daar schrikken die Israëlieten zo van. Ze schrikken niet van het enorme leger, maar ze zeggen: We hebben reuzen gezien. We hebben Nephilim gezien. We hebben die demonische wezens hebben we gezien. En daarvan waren ze zo onder de indruk. Dat ze zeggen, dit land kunnen we niet innemen. Het was een geestelijke strijd. En Jozua en Caleb, ze hadden een andere geest. Zegt, zij zeggen, wij kunnen dit wel innemen. En zij durfden wel tegen die reuzen te vechten. En die reuzen zie je dus constant een cruciale rond, uh, rol innemen bij de inname van het beloofde land. En uiteindelijk in de tijd van David worden de laatste Nephilim-afstammelingen gedood. En ook David zelf, zie je weer met Goliath, weer een stuk geestelijke strijd. Er is weer zo'n Nephilim, zo'n half demonisch wezen wat daar in een keer is, en vecht tegen David. Nou, wat gebeurt er met die engelen? De Bijbel zegt dat God heeft die geoordeeld. Dus die engelen die naar beneden kwamen, die seks hadden met mensen, zowel Judas als Petrus kijken daarop terug, en die zeggen, in de dagen van Noach, in die onreinheid, God heeft die engelen in eeuwige duisternis bewaard voor de dag des oordeels. Dus God kwam met oordeel op dat moment. Oké, okay, dat was even de samenvatting van de vorige keer. En nu gaan we verder eigenlijk met de vraag... Um, Waar komen demonen vandaan? Ik ga even kijken of dat. Uh... Ik weet niet of mijn PowerPoint helemaal de goede volgorde aanhaalt. Even kijken. Uh, waar komen demonen vandaan? Nou, er zijn eigenlijk drie theorieën over waar demonen vandaan komen, uh, verschillende mensen zeggen verschillende dingen. Uh, vanavond gaan we daar eens naar kijken. De eerste theorie is eigenlijk er was een ras voor Adam. Dus voor Adam was er nog een mens, nou niet een menselijk ras, want de bijbel zegt Adam was de eerste mens, maar voor Adam zeggen mensen dat zal er een ander ras geweest zijn op aarde. En dat is verwoest, dat is gekomen onder het oordeel van God. Daarom zegt de Bijbel dat de aarde woest was en leeg, dus er was oordeel geweest. En dan begint God opnieuw. En dat is een, dat is een theorie. Ik denk niet dat het de meest sterke theorie is. Het is gebouwd op Genesis 1 en Genesis 1 vers 2. Uh, de reden dat ik niet denk dat dit de juiste theorie is... Wie had er al eens van deze theorie gehoord? Een aantal mensen. Uh, de reden dat ik denk dat dit niet juist is, omdat je dit eigenlijk niet bijbels kan onderbouwen. Het is een hele, hele, hele hoop giswerk. En, uh, dus ja, dat is dan op één tekst gebouwd en een hele hoop uh, invulkunde. Uh, bovendien ook de joden of de kerkvaders geloofden dit niet... Dan zijn er anderen die zeggen, ja, maar demonen uh, zijn gevallen engelen. Ik denk dat dat de meest bekende theorie is, toch? Wie? Wie, dat is eigenlijk wat je ook in heel veel uh, boeken leest, uh, zeker uit de evangelische wereld. Demonen zijn gevallen engelen, wordt dan gezegd. En ik heb daar de vorige keer al iets over gezegd, maar ik wil er dit keer iets dieper op ingaan. Uh, aan de andere kant, ik heb vorige keer ook gezegd, dit hoeven geen strijdpunten te zijn. Dus iemand zegt, ja, maar ik geloof dat toch helemaal prima. Als we het maar eens zijn over die opdracht, je drijft ze uit, en wat ze zijn, hoe ze heten, wat hun moeder was, hun vader was. Ja, een vader is de duivel, dat weten we. Maar in ieder geval, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, we drijven ze uit. Um, maar ik vind het wel belangrijk om daar gewoon eens naar te kijken. Waarom denk ik niet dat het gevallen engelen zijn? De eerste reden is eigenlijk, we lezen nergens in de Bijbel dat engelen in het lichaam van een mens willen wonen. Uh, omdat engelen hebben eigenlijk gewoon hun lichaam, hun geestelijke lichaam. Dus ik, ik kan geen één bijbelverhaal verzinnen waar ik zie dat een engel, of het nou een goede engel is van God of een slechte engel is van de duivel, maar het er letterlijk staat dat hij graag in een uh, lichaam wil wonen. En als het engelen waren, dat is dat even daarop aansluitend, dan... Uh, dan zouden we dat eigenlijk ook wel moeten zien in die bevrijdingen. Maar ze worden altijd onreine geesten genoemd of boze geesten. Ze worden nergens gevallen engelen genoemd. Jezus zegt niet gevallen engel, ga eruit. Uh, dus ik, ik zie dat daar niet zo in terug, dat engelen in lichamen van mensen gaan wonen op die manier. Daarnaast lijkt het zo te zijn, en ik denk dat dat zo is, dat de Bijbel een onderscheid maakt tussen gevallen engelen en geesten. En we zien dit bijvoorbeeld in Handelingen 23 vers 8. En dat is een discussie, maar er staat er, de Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is, geen engel of geen geest. Het gaat over geestelijke zaken, uh, waar dan een discussie over was wat de Sadduceeën anders geloofden dan de fariseeërs. Maar de fariseeërs beleiden het beide. Dus in dat Joodse denken zie je wel dat er verschillende soort geestelijke wezens waren. En geesten en engelen worden apart genoemd. En... En dit vind ik eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden dat als je kijkt naar wat zegt de Bijbel over hoe we omgaan met demonie, demonen. Je drijft ze uit. Dat is de opdracht. Drijf demonen uit. Um, en we zien Paulus dit doen, we zien Jezus dit doen, we zien de discipelen dit doen. Maar wat zegt de Bijbel nou over die gevallen engelen of over uh, die hemelse machten? Daar schrijft Paulus in Efeze 6: zegt hij: we strijden niet tegen vlees en bloed, maar we strijden of we worstelen met die geestelijke machten, met die wereldbeheersers, met die overste. En hij werkt nergens die discussie van: joh, drijf die dingen uit. Hij zegt: wij worstelen daar tegen? We hebben daar een bepaalde strijd tegen. En als hij dan de wapens van onze strijd beschrijft. in... Daarna in de geestelijke wapenuitrusting is uitdrijven van demonen, noemt hij daar ook niet in. Dus hij lijkt daar een heel duidelijk onderscheid te maken tussen gevallen engelen um, die je niet uit kan drijven. Anders was dat natuurlijk een veel makkelijker oplossing geweest. En dit vind ik ook wel een, een grote, uh, groot argument. Demonen lijken aan de aarde gebonden te zitten. Dus een engel. Functioneert in de geestelijke wereld, die Zie hier in de geestelijke gewesten, die verschijnt, die is weer weg, uh, die, is, die is in de troonzaal bij God, die engelen, die functioneren uh, in de geestelijke gewesten. Maar demonen lijken aan de aarde gebonden te zitten. Als Jezus die demon uitstuurt, in Markers hoofdstuk 5, dan zit die demon nog liever in de varkens. En hij zegt: stuur me niet weg uit dit gebied. Nou, als het geval hengelen waren, hadden ze ergens, zou je kunnen zeggen, gewoon de geestelijke wereld in kunnen gaan. Maar ze zoeken opties op aarde. Stuur me in de varkens, laat ons niet verdwijnen uit dit gebied. En ook Jezus zelf zegt, uh, Matthäus 12, vers 43, wat gebeurt er als een demon wordt uitgedreven? Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben en wanneer hij komt vindt hij het leeg geveegd en opgeruimd. Hij gaat naar dorre plaatsen. En dat lijken gewoon plaatsen op de aarde te zijn, zeker als je een beetje oud-testamentisch... Uh als je het Oude Testament redelijk goed kent, dan weet je dat er plekken waren waar het oordeel van God was geweest, of waar in zonde geleefd werd, en dat werden dan ook geestelijk, werden dat dorre plaatsen. En dan beschrijft de Bijbel dat daar veldgeesten, en allerlei soorten spoken, en jakhals, en noemt hij die, allemaal dieren die ook zijn geestelijke afspiegeling hebben. En die demonen trekken dus naar dorre plaatsen, maar ze lijken niet naar de geestelijke wereld te trekken. Dus wat is dan het ontstaan van demonen? Dit is wat ik denk dat uh, het ontstaan is van de demonen. En dat is ook wat, uh, wat een aantal uh, bijbelleraren de laatste tijd weer meer aandacht op begint uh, te trekken eigenlijk. In Joodse overleveringen, zoals teksten uit de Dode Zee rollen, zijn demonen de geesten van de overleden Nephilim-krijgers, die omkwamen door de vloed en daarna. Dus hier hebben we het over gehad. Dit is die tekst uit Nummerie, waar staat: uh, We hebben er ook reuzen gezien, Nephilim, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Die Nephilim waren nakomelingen van Enak. En uh, in Deuteronomium lezen we dat ze allerlei namen hadden. Vroeger woonden daar de Emieten, een groot en machtig volk van reuzen, van Nephilim, zoals de Enakieten. En ze worden ook tot de Rephaïten gerekend. En in Moab worden ze Emieten. Dus die zaten in heel dat gebied, zaten die verspreid en ze hadden verschillende namen. En dit zijn een aantal namen van die wezens. Het waren de Nephilim, de Giborim, Emite, Enakite, Refit of Refa. En dit werd, dit werd door de Israëlieten allemaal geïnterpreteerd als afstammelingen van dat hybride ras, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk de, de sleutel om te begrijpen hoe komen de Joden erbij dat dit demonen zouden zijn, is eigenlijk de term waarmee ze soms genoemd worden. En die refaïten, waarvan we dus lazen dat die op sommige plekken in beloofde land waren, die worden ook soms genoemd als zijnde in de onderwereld, of in de geestelijke wereld, waar ze als geesten aanwezig zijn. In het rijk van de duisternis, in het rijk van de dood. En daar zie je dus dat diezelfde naam van diezelfde wezens daar voortkomt, maar dat ze daar nog steeds, als het ware, min of meer als levende geestelijke machten worden afgebeeld. Je kan de powerpoint allemaal nalezen. Daarnaast zijn er Um, en dit is best wel een stukje diep onderzoek, maar er waren een aantal valleien. En een van die valleien was de Vallei van Rephaim, wat daar lag. En dat was een vallei van de dood. En iedereen associeerde het daar ook mee. En um, uiteindelijk daar zat er een andere vallei aan vast, de Vallei van Hinom, En in het Hebrew staat en waar, waar de naam Gehenna vandaan komt. Wat Jezus ook linkt aan het, aan het dodenrijk en de doden. En waar hij zegt dat is voor de engelen en zijn vuur. En, uh, en dat soort dingen. Ik weet dat het best wel even wat uh, diep gaat, maar even samenvattend. Als je kijkt naar de, uh, de Joodse overleveringen, dus, uh, dan zie je ook dat de Joden hadden ook een aantal andere boeken die niet in het Oude Testament stonden, maar waar ze wel waarde aan hechten. En dat, misschien heb je wel eens gehoord van de boeken van Henoch of dat soort dingen. Het waren geen Bijbelboeken, nogmaals, maar de Joden bestudeerden ze wel. En volgens de Joodse overlevering, onder andere in die boeken van Henoch, die Judas en Petrus wel citeren, zijn demonen die geesten van die Nephilim. Even een klein stukje uit 1 Henoch, nogmaals, ik weet dat dit geen Bijbel is, maar Petrus en Judas citeren dit wel, citeren wel Henoch in hun brief. Daar staat er, maar nu de reuzen die geboren zijn uit de band van geesten en het vlees zullen onreine of boze geesten genoemd worden op aarde. Hun verblijf zal zijn op aarde en in de aarde. Ze zullen veroorzakers van het kwaad worden op de aarde en boze geesten genoemd worden. Hier heb je nog een klein stukje het één heen nog. Maar nu de reuzen die geboren zijn door de geest en vlees, ze zullen boze geesten op de aarde zijn. Hun verblijf zal op de aarde zijn. De geesten die zijn voortgekomen uit de vleeselijke lichamen van de reuzen zijn boze geesten. Want wat, Want uit mensen zijn ze ontstaan en uit de wachters. Nou. In andere geschriften werden die Nephilim, werden de wachters, of die godenzonen, de wachters genoemd. Dit was de oorsprong van hun schepping. Onreine geesten zullen zij zijn op aarde en onreine geesten zullen zij genoemd worden. De geesten uit de hemel, in de hemel is hun verblijf. Maar de geesten die ontstaan zijn op de aarde, op de aarde is hun verblijf. En de geesten van de Nephilim verleiden... Zijn gewelddadig, vernietigen, vallen aan en veroorzaken ziektes. Ze eten niet, ze kennen geen honger of dorst of sterfelijkheid. Deze geesten staan op tegen de zonen van de mensen en tegen de vrouwen, want ze zijn uit hen voortgekomen. Dus dit zijn een paar stukjes uit het boek Henoch. Nou, als je het boek Henoch gaat lezen, lees je ook allerlei rare stukken. En ik geen idee wat we daarmee moeten. En nogmaals, dit is ook geen Bijbel. Het is ook niet voor niks dat, dat het ook niet in de, in, in de Joodse Bijbel zit. Maar dezelfde termen eigenlijk die ontstaan zijn in die periode, um, onreine geest, boze geest, zie je ook constant terugkomen in het Nieuwe Testament. En als je eigenlijk gewoon gaat onderzoeken waar geloven de Joden dat demonen vandaan komen, geloven ze allemaal dat dit de oorsprong was van demonen. En dat verklaart misschien ook wel een beetje waarom Jezus totaal niet de behoefte lijkt te hebben om uit te leggen waar demonen vandaan komen. Hij zegt gewoon drijf demonen uit of drijf boze geesten uit er is ook niemand daar die vraagt stelt, Joh, waar komen die dingen vandaan, hoe zit dat precies, wat wij kunnen lezen. Het lijkt voor hun gewoon gesneden koek. En ook Judas en Petrus citeren dus die brieven van Henoch als het gaat over dit soort dingen, over die val in Genesis 6 en dat menselijke ras wat daar gemixt is. En dan halen ze dus Henoch aan. En ze halen letterlijk de brief van Henoch aan die ze citeren in hun brieven. Uh, en ook de kerkvaders, dus eigenlijk als je kijkt naar zeg wie het een in de kerkgeschiedenis, de vroege kerkvaders, uh, volgen eigenlijk allemaal deze leer dat de demonen uh, het nazaat van die Nephilim zijn. Nou, voor heel veel mensen is dit behoorlijk nieuw, denk ik, of niet? En, uh, en het is ook wel een beetje dat je denkt: goeiedag, wat zijn we nou weer voor een science fiction terechtgekomen? Eh, zeker omdat wij zijn dat. Ik zat, daar, ik zat daar vlak voor de avond nog aan te denken. Dat wij zijn het zo niet gewend Ook geestelijke verhalen niet. En demonie niet. Dat, zelfs dat was in Jezus' tijd relatief normaal. Want mensen kwamen zelf tot de conclusie dat ze last hadden van demonen. Hè, die vrouw met haar dochtertje in Matthäus 15 zegt: Heer, mijn dochter wordt door een demon bezeten. Nou, het was geen geestgevulde gelovige die onderscheid had van geesten. En de brieven van Paulus had gelezen en handelingen. In die tijd was dat toch best wel een normaal begrip. En je had Joodse, de Bijbel zegt, er waren ook Joodse geestenbezweerders die rondtrekten. Ging niet altijd goed, lezen we in Handelingen 19. Die kregen soms op een donder van een demoon. Maar, en Jezus stelt ook die vraag, hè? want op een gegeven moment stelt Jezus, drijf demonen uit. En wat zeggen de farisees? Hij drijft demonen uit door de overste van de demonen. En dan zegt Jezus, als ik het doe door de overste van de demonen, door wie doen jullie zonen het? Dus blijkbaar waren het ook gewoon Joodse uh, lieden, misschien schriftgeleerden of fariseeërs of uh, uh, in ieder geval geestelijke, die bezig waren met het uitdrijven van demonen. En Jezus zet dus gewoon diezelfde lijn door en hij drijft demonen uit. En dus, dit is eigenlijk het gangbare denken in die tijd. En voor ons lijkt het inderdaad een beetje science fiction. En dat je denkt: van waar zijn we nou weer in terecht gekomen? Uh, maar goed, het zijn in ieder geval de, de drie. Theorieën waarvan ik denk, als ik ze naast elkaar hou, dat dit de meest gangbare is. En, en dit ook de meest logische is van het ontstaan uh, van demonen. Als je hier meer over wil lezen, trouwens, kunnen we wel wat boeken aanbevelen. Maar het is geen makkelijke materie. Dat kan ik je wel vertellen om erheen te komen. Uh, maar wel heel interessant. Waarom worden ze dan boze geesten? Dat verklaart een hoop. Waarom worden ze boze geesten genoemd? Is het omdat ze heel de hele tijd boos kijken? Zo? Weet je wel, wie kunnen we aanvallen? Uh, nee, ze werden boze geesten, maar eigenlijk onreine geesten. Dat is hoe ze het meest genoemd worden, onreine geest. Waarom worden ze onrein genoemd? Nou, in het Oude Testament, onder het Joodse denken, alles wat dood was of met een dood lichaam te maken had, was onrein. Dus het lichaam van een dode mocht je ook niet aanraken. En als dat wel gebeurde, was je zoveel dagen onrein. Nou, volgens die Joodse theorie zijn dus die Nephilim. Uh, die, die kinderen, of die geesten daarvan, zijn uit die dode lichamen voortgekomen. Die nephilim zijn gestorven, maar die geesten zijn gewoon doorgeleefd. Omdat het een hybride ras was. Dus hun lichaam is gestorven, maar ze waren half geestelijk, omdat ze ontstaan waren uit, de, uit Gods zonen. En dat, is gewoon, dat heeft gewoon doorgeleefd op aarde. Uh, dus van daaruit. En ze zijn geboren uit die onreinheid. Uit die seksuele onreinheid van engelen en mensen. Oké, okay, dat even over, waar komen demonen vandaan? Is dit tegelijkertijd, wie zegt van, oké, okay, dit lijkt wel een beetje logisch? Een aantal mensen, oké. Okay. Een aantal mensen denken van, ik weet het niet. <laughs> Als er pauze is, hoor je een paar gierende banden van, <laughs> wat, wat zie je nou onderwijzen? Uh, maar nogmaals, weet je, ik ga nogmaals, ik geloof dat dit gewoon is materiaal om relaxed mee om te gaan, er is ook geen materiaal om hele hevige discussies over te voeren, maar het is wel interessant om gewoon een keer in verdiepte te hebben, als we nou eens gaan kijken naar die kwade machten, dan wil ik eigenlijk vanavond naar kijken, vooral naar het Koninkrijk van de duisternis. Hoe is dat nou georganiseerd? Dan zie je eigenlijk dat er drie niveaus zijn. En daar gaan we later nog wel even op in. Ik wil maar nog even ingaan wat dieper op demonen. Hoe functioneren ze? Ik zie dat mijn Powerpoint altijd een beetje dingen door elkaar. Oké, dan ga ik hier beginnen. Ook goed. Hij gooit hem een stukje door elkaar. Uh, even, even voor. Ik ga hier toch even naartoe werken. Er zijn drie niveaus van geestelijke kwade machten. En voor de meeste mensen zijn die wel bekend. Maar de eerste, de hoogste niveau, de aanvoerder is Satan. Daar gaan we vanavond dieper op in. Want Satan is eigenlijk niet zijn naam. Wij christenen zijn dat vaak gewend. Maar Satan is een titel. Overigens uh, is overigens heel interessant. Als je, als je demonen uitdrijft. Die noemen we meester altijd Lucifer. Ik weet niet of dit wel eens opgevallen is. Maar. Uh, soms maar Nee, <laughs> uh, maar die noemen we meestal eigenlijk altijd Lucifer. Uh, Satan was een gevallen aartsengel, was een van de hoogste, niveaus hoogste niveau engelen, die viel. Dan heb je die gevallen wezens, die zitten in de geestelijke gewesten. En dat zijn die leden van Gods hemelse raad, die rebelleerden. In Genesis hoofdstuk 3, Satan nam een gedeelte met zich mee. En in Genesis hoofdstuk 10 weer, en dan geeft God ze over. Dit is misschien ook wel interessant, laten we even Psalm 82 lezen. Hier heb ik vorige keer ook al naar gekeken, maar ik wil dit toch nog een keer aanhalen. Dat heb ik niet op de beamer. Want waarom zegt natuurlijk, God heeft die volken, die heidevolken, geeft die over, in hoofdstuk 10 en 11, aan die kwade machten. En dan zegt God, als jullie, uh, jullie daarna luisteren, gaan ze dan ook maar dienen. En we hebben vorige keer ook gezien wat er in Genesis hoofdstuk 12. God roept Abraham. En die begint met Abraham opnieuw een nieuw volk, want de rest was overgegeven aan de heidevolken. Maar in Psalm 82, dan lezen we dus dat God staat in die raad van Goden. En dat hij dus ze veroordeelt omdat ze het niet goed doen. Dan staat er: God staat in de vergadering, de MBG zegt van de Goden. En hij oordeelt te midden van de Goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen, oordelen en de goddelozen bevooroordelen? Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Zij weten niets en begrijpen niets. Ze wandelen steeds in duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb gezegd: U bent goden. U bent allemaal zonen van de allerhoogste. Toch zullen u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst, zult u vallen. Sta op, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. Interessant dan die laatste zin, u bezit alle volken. Want wat was er gebeurd met die volken? Die waren overgegeven aan die andere goden om hen te dienen. Die tekst hebben we vorige keer allemaal aangehaald, het de Deuteronomium. Dat Mozes zegt dat gebeurde toen hij de volken verspreide bij Babel. Hij verspreide hun taal en hij gaf ze over om die goden te dienen. En het verschil tussen de God van Israël, Yahweh, en die andere goden. Hier lezen we dat in die Psalm, want God staat dan te midden van die raad en hij oordeelt ze. Want uiteindelijk, en dat is zo mooi in de God die we dienen: Hij is tot in het diepst van zijn kern is een goede God. Hij is begaan met mensen, hij heeft ze geschapen, hij wil dat ze het goed hebben. Maar die andere Goden, de Bijbel laat ons duidelijk zien hier: uh, wat zegt God? Jullie oordelen onrechtvaardig. De goddeloze bevooroordelen jullie. Dus in Gods koninkrijk, God bevooroordeelt de, die hem dienen. En God oordeelt rechtvaardig. Maar die, Godden, die andere goden deden het tegenovergestelde. En God zegt: Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hen. En, en dan zegt God later: Ik heb wel gezegd: Jullie zijn goden. Maar er komt een moment, dan komt het oordeel en dan zullen jullie sterven. Dan zullen jullie sterven, want je regeert niet goed over de aarde. Je regeert niet goed over die volken die, zelfs, die zijn overgegeven. Jullie promoten goddeloosheid en rebellie. Dus dat zijn die gevallen wezens. En dan heb je dus demonen, nageslacht uh, van, uh, uh, van die godenzonen. Nou, demonen, wat zijn ze dus in de kern? Die zijn nog steeds op aarde en het zijn geesten zonder lichaam, die ooit een lichaam hebben gehad. De lichaam van die nephilim, van die reuzen. Dat is gestorven of omgekomen in de vloed, of later zijn ze gedood. En die geesten leven nog steeds voort op aarde. Dus demonen zijn eigenlijk geestelijke wezens zonder lichaam. Geestelijke wezens. In het Engels zeggen ze disembodied spirits. Geesten waarvan hun lichaam is gestorven of is afgepakt, om het zo maar te zeggen. Dat verklaart waarom ze zo graag in een lichaam willen wonen. Ten opzichte van de gevallen engelen die gewoon een geestelijk lichaam hebben, maar die demonen hebben geen lichaam meer en die willen ontzettend graag in een lichaam wonen. En, um, en hier wil ik eens even kijken. Wat eigenlijk zie je? Dat dus de, de demonen hebben, kenmer, hebben het kenmerk van een persoon. Demonen hebben het kenmerk van een persoon. Ze zijn geen menselijke personen, ze waren een hybride ras, maar al die kenmerken hebben ze wel. En daar wil ik eens naar gaan kijken. Want wat zie je bij demonen? Ten eerste: demonen hebben een eigen wil. Ze staan onder de heerschappij van de Satan, ze functioneren in het koninkrijk van de Satan, maar ze hebben een wil. Dus het zijn niet een soort, laten we zeggen, hele domme wezens die, die zelf niks willen. Maar ze hebben echt een eigen wil. Die demon zei: De demon die de man verliet, zei: Ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgestuurd. Dus die demon die maakt zelf een besluit. Ik ga terug naar het huis waar ik ben uitgestuurd. En het grappige is dus dat in bevrijding. Even nog voor bevrijding. Je ziet dus als demonen in mensen wonen, wat ze dan doen is dat ze hun wil gaan doordrukken in die mensenlevens. En dat ze vanuit hun, uh, dat ze die mensenlevens willen besturen en willen beïnvloeden. En hun ultieme doel is altijd mensenlevens totaal, compleet verwoesten en kapot maken. En daarom zegt de Bijbel ook dat ze soms proberen meer of ergere demonen eruit te, erbij te halen. Dus soms is het zelfs zo, we gaan er nog veel dieper op in. Wat zijn nou rechtsgronden? Hoe komen demonen binnen? Maar dat demonen binnenkomen en proberen meer demonen erbij te halen. En hoe, met hoe meer demonen ze zijn, hoe meer ze een lichaam kapot kunnen maken. En een leven kapot kunnen maken. Hun gezinnen kapot kunnen maken. En die vrije wil, of eigenlijk die wil van demonen, die zie je ook naar voren komen met bevrijding. Dus zodra je gaat bidden voor bevrijding, de, mensen die demonisch bezeten zijn. Nou, we gaan zo meteen wel kijken, demonen hebben ook spraakvermogen, demonen kunnen praten. Dus op het moment dat je mensen gaat bevrijden, zal het regelmatig gebeuren dat die demon door die persoon begint heen te praten. En handelingen 19 hadden we al aangehaald, maar die, die zeven zonen van Skeva, die Joodse duivelbezweerders, die ze zeggen tegen die geen man met die demonen, zeggen ze van joh, in de naam van Jezus die Paulus predikt. En die demonen die antwoorden, Jezus kennen we en Paulus kennen we, wie ben jij? Dus die demon begint tegen hem op te staan. Dus je ziet dat het is gewoon een reëel wezen, een geestelijk wezen dat tegen hem opstaat. En die zegt, wie ben jij? Dus als je gaat bidden voor bevrijdingen, we gaan het ook nog echt een stuk hebben over manifestaties. Want je gaat de meest bizarre manifestaties meemaken, waarvan echt je... Soms, ik heb mensen die manifesteren, die je denkt, hoe is dit ook gewoon dingen die natuurkundig onmogelijk zijn? Mensen die zweefden over de grond. Gewoon onmogelijk, maar bizarre geestelijke manifestaties. En we hadden het begin dit jaar nog op de Bijbelschool. Dat iemand begon zo te manifesteren dat ik gewoon. dat ik, dat ik, dat ik, dat ik niet wist wat je ziet. En soms zelfs ogen die veranderen in slangenogen. Maar dat komt allemaal nog. Dat is een gezellig onderwerp voor wat later in, in deze cursus. In ieder geval, demonen hebben een wil. Dus als je ze gaat uitdrijven, wees niet verbaasd als ze beginnen te schreeuwen. Ik wilde er niet uit. Ik wilde er niet uit. Of ik kom er niet uit. En dan zie je in één keer dat dat wezen een behoorlijk sterke wil heeft. Demonen die roepen: Ik wil niet naar je luisteren. Of Ik ga niet naar je luisteren. Uh, ik heb er een hekel aan om hier te zijn. Of, of gewoon demonen die schreeuwen: Ik heb een hekel aan je. Nou, dan zeg je: Nou, dat is wederzijds. A, aangenaam. Maar nu moet je er echt uit. En je ziet dat dan begint die wil van die demonen begin te, begin te spelen. En uh, dus allemaal dat soort dingen zullen ze gaan roepen. Dus ze hebben een wil. En ze hebben een karakter. Ze hebben een karakter. Sommigen hebben echt een karakter. Sommigen zeggen, nou, die hebben een behoorlijk karakter. Nou, demonen hebben een behoorlijk karakter. Toen op een Jezus, de eerste keer dat hij in de synagoge, dat we lezen, dat hij staat te prediken in Marcus hoofdstuk 1. Wat gebeurt daar? Wat, die demonen die worden zenuwachtig. En die beginnen gewoon te roepen. Die beginnen te schreeuwen. Ga weg. Wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Hij nou, dacht dat hij Jezus weg ging sturen. Drie minuten later dacht hij, oh nee, het gaat andersom. <laughs> maar die demonie denkt gewoon, weet je, die probeert Jezus weg te sturen. Dat is een al te slecht idee. Uh, maar die begint te schreeuwen, ga weg, wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons de gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. En... Je ziet hier dus dat deze demon heeft een bepaald karakter heeft. Net zoals een persoon een bepaald karakter kan hebben. Daarom is het ook niet een systematisch iets. Als je dit doet, reageert een demon zo. Omdat demonen zijn reële, geestelijke levende wezens die altijd anders kunnen reageren. En dat hangt ook echt af per, per demon. En dat zie je ook met bevrijding. Sommigen beginnen te schreeuwen, beginnen te krijsen. En wie heeft dat ons meegemaakt in dienst of in bevrijding? Demonen die letterlijk beginnen te krijsen. Anderen beginnen te intimideren. Weet je, als een karategeest gehad, die dan, weet je, die zo gaat staan, op het moment dat er voor bevrijding gebeden wordt. Ik was blij dat Ayon niet mee was, die had hem meteen een hoek gegeven. Als het maar effectief is. Dat verhaal kennen jullie misschien wel van Jan Seward Pastekamp. De allereerste keer dat Jan Stuart met bevrijding in aanraking kwam, want was hij in Australië en hij was een het prediken. En er komt, een, uh, er komt een heel tenger meisje aan, dat, uh, in zijn verhaal, de, de, weet ik wel, de meisje weer woog, misschien 50, 60 kilo, een tengere vrouw. En die, die begint te krijsen op een gegeven moment, en een van de oudsten, die, die, wil, haar, uh, die wil haar helpen, die wil voor haar bidden. En dat meisje, die pakt een beet, tilt hem boven de hoofd en gooit hem tegen de muur aan. En ja, jullie zijn al gaan staan met de oproep: wie wil er in de bevrijdingsbediening? Dus nou maakt het niet meer uit wat ik vertel. <laughs> het is al te laat. Uh, en wij kunnen denken: ja, maar dat kan niet. Nou, dat las je, las je ook in handelingen: die zeven, zeven zonen van Skeva, met z'n zevenen, zeven volwassen mannen, probeerde één iemand in bedwang te houden met een demon. En die zeven mannen vluchten naakt het huis uit. De kleren van hun lijf gescheurd. Ging niet best die bevrijdingsdienst. En weet je, aan de andere kant, ik wil erop nuchter. Je hoeft daar nooit bang voor te zijn, want je, je hebt autoriteit in Jezus Christus. En weet je, maar zo goed om ervan op de hoogte te zijn. Dus Jan Sjoerd, die ziet dat gebeuren. Een andere oudste of de voorganger, die loopt naar dat vrouwtje toe. En ze schopt hem in zijn maag. Boem! En die valt ook om. En toen stond alleen Jan Sjoerd daar nog. En een hele zame mens die aan het kijken was. En dat is altijd zo lekker hè, als je dan, <laughs> iedereen zit te kijken en denkt, ik, ik zit hier best. <laughs> dan zijn de vrijwilligers dun gezaaid hoor, in het Koninkrijk. <laughs> dan zijn we lekker allemaal, de, de, ja, we hebben allemaal een plek in het lichaam, wij zijn het oog. <laughs> vanda <laughs> Vandaag kijken we gewoon, oké. Okay? Um, <laughs> In ieder geval, als Sjoerd zo hilarisch als hij dat vertelde, ja, hij zegt, ik wist ook niet wat ik moest doen. Dus hij zag kans om, om naar die vrouw toe te lopen, terwijl hij dus blijkbaar bezig was met die voorganger, de beet te pakken in een houtgreep die had geleerd van reddingszwemmen, om iemand knock-out te krijgen. Want de theorie met reddingszwemmen was blijkbaar, je kan iemand beter die helemaal in paniek is, be eerst bewusteloos hebben en dan rustig naar de kant zwemmen. Dan dat iemand in paniek die je niet meekrijgt. Mee ik heb het begrepen hoor, ik weet niet of het echt zo is. niet gaan toepassen en zeggen: je hebt Tom ooit gezegd in een preek. Maar in ieder geval, dus Jan Soert die doet dat en die pakt haar in die greep. en ze gaat knock-out. Wat een dienst. In ieder geval, uiteindelijk, ze nemen er mee naar achteren. en uiteindelijk met een aantal mensen, zeven, acht mensen, werd ze vastgehouden. Uiteindelijk werd er voor de gebeden en werd ze compleet vrijgezet en hersteld. In ieder geval, Jan Soort altijd: het was niet geestelijk, maar wel effectief. <lacht> <lacht> en uh, als het maar effectief is, toch? Maar, uh, maar goed, demonen hebben nogal een karakter. En, uh, en dit ga je ook tegenkomen gewoon in je leven. Als je je mee bezig gaat, ga je zien dat je gaat steeds meer je gaat confrontaties krijgen met demonen. Dat is even een, een zijstapje. Maar demonen proeven en weten of dat jij kennis hebt of niet, ze weten het. Of dat jij kennis hebt van de geestelijke wereld, inzicht hebt in de geestelijke wereld of niet. En je ziet dus ook dat sommige mensen die, uh, die demonen hebben, van demonen in hun leven zitten, je hebt, je hebt, die demonen kunnen daar verschillend op reageren, want ze hebben een karakter. Sommige mensen, misschien was opgevallen, maar ik zie dat vaak in diensten, het is heel grappig als je staat te prediken, als je langsloopt. Sommige mensen kunnen je niet aankijken, of als je aan het bedienen bent naar mensen. Je ziet ze gewoon wegkijken. En dan is het eigenlijk die demon die al licht begint te manifesteren. Die al aan het ontwijken is. Ze hebben echt karakter en je ziet dat ook op. Dus die demonen voelen heel goed aan wat er aan de hand is. En soms zie je dat zelfs met bevrijdingsdiensten dat als je mensen op een rij zet en, en hoe dichter bij je komt, hoe harder demonen beginnen te gillen. Dus ze weten wat er gaande is in de geestelijke wereld. Dus sommige mensen, als mensen hier niet aan kunnen kijken, dan is er vaak iets aan de hand. En ik zeg niet dat het altijd demonisch is, maar, maar, maar dat is wel redelijk vaak zo. De ogen zijn een spiegel van de ziel. Als je in iemands ogen kijkt, kan je vaak zien wat daar zit. Maar dat, dat is een mogelijke reactie van demonen. Je hebt ook andere demonen die gewoon intimideren. En ik heb het niet eens over bevrijdingen, gewoon in het dagelijks leven. En Weet je, wie heeft het wel eens gehad dat je in een bepaalde situatie terechtkwam, waar je, waar je spreekt, tegenover iemand kwam te staan, en dat je achteraf dacht, man, dit leek wat demonisch. Toch? Soms zie je mensen hun ogen groot worden. Je ziet bijna het vuur eruit komen. En op een gegeven moment ga je gewoon herkennen: joh, dit was geen menselijke confrontatie. Dit was een geestelijke confrontatie. Dit was een geestelijke confrontatie. En ik herinner me, uh, toen ik op een gegeven moment ik kwam, maar een bepaald bedrijf en ik moest daar iets doen. En ik werd daar rondgeleid. En op een gegeven moment werd ik in een bepaalde kamer gebracht, zaten een paar mensen. En ik keek naar een vrouw en ze had zwart haar. En ik werd daar, er zaten een paar mensen te werken. En ik keek naar haar. En ik kreeg een woord van kennis: ze is satanist. En ze kijkt naar mij, ze kijkt twee seconden, ze ziet het, ze draait weg, ze heeft me nooit aan kunnen kijken daar. En dus ook demonen weten hoe die geestelijke wereld in elkaar zit. En uh, ik heb dat verhaal misschien wel eens verteld, maar uh, ik denk op Bijbelschool of op, op onze Usher training. Maar weet je, ook dat soort dingen over, over, over heksen, satanisten. Je ziet waar we ons bewust van moeten zijn, maar waar we niet bang voor moeten zijn. En een ander verhaal. Ik geloof ook niet dat je bewust altijd de, eh, zeg, ik geloof niet dat je bewust de confrontatie op hoeft te zoeken in dat soort dingen. Maar eh, weet je wel, zeker niet als ze soms in de kerk komen. Ik heb zo vaak gezien met satanisten die in de kerk komen om te proberen de boel te vervloeken. Het loopt heel vaak heel slecht af voor ze. Ja, wel goed voor ze, want ze hebben een ontmoeting met Jezus. Maar dan zie je gewoon dat Jezus, <laughs> Jezus is altijd sterker. En ik weet, een keer was er een, was iemand uit de Satanskerk die was in die kerk gaan zitten en die zat daar te vervloeken. En, en uh, we zaten echt een eind achter die persoon. En in de geest hadden we het door. En, uh, en uh, iemand die naast ons op begon zacht in tongentaal te bidden. Onmogelijk dat die persoon het hoorde. En die draaide om en zei, stop het ermee. Nou, dat moet je niet zeggen, want dan is... <laughs> Als de duivel zegt er ergens mee moet stoppen, is het eigenlijk altijd een heel goed idee om ermee door te gaan. In ieder geval onmogelijk dat diegene het kon horen. Maar ze waren er hartstikke bang voor. En diegene heeft uiteindelijk ook zijn leven aan Jezus gegeven. In ieder geval, je, je ziet soms dat soort confrontaties. Ik moest zo lachen om Jonathan Shuttlesworth. Op een gegeven moment kwamen er een hele hoop heksen. Ook naar na zijn campagne toe, zijn evangelisatiecampagne om de boel te vervloeken. Je, en sommige mensen waren dan meteen onder de indruk. En ze hadden ja, allerlei rare dingen te doen, kippen te slachten, weet ik veel. Weet je, laat ze zitten met hun kippenbloed. We hebben het bloed van Christus. Amen. Het te sterker dan iedere domme kip. Halleluja. <laughs> In ieder geval, hij opende ook die campagne. Hij zegt: Ten eerste wil ik welkom heten aan alle heksen. Ik wil dat jullie weten, dat daar in de hoek is een speciale hoek waar jullie je bezem neer kunnen zetten. Voor als je straks naar huis wil. Hij begon gewoon, en heel dat veld begon die heksen uit te lachen. En zijn gewoon afgedropen. Oh, schitterend. Hoe kwam ik hierop? Geen idee. Uh, oh ja, dat soms zullen demoniën ook uitdagen. Dus soms heb je dat zelfs in confrontatie met mensen, dat ze je uitdagen. En dat je zelfs in gesprekken, ik heb het niet over bevrijdingsbediening, maar doorgaat hebben. Wat is demonisch of niet? En ik hoop ook dat door deze training dat een van de eerste dingen die je doet is dat de geestelijke wereld meer gaat leven voor je, en dat we manifestaties. We gaan het nog veel manifestaties echt een leuk onderwerp, omdat als we dat leren herkennen, de demon manifesteert vaak uh, zeg maar wat hij is. Dus op een gegeven moment, Derek Prins beschrijft volgens mij dat hij een vrouw bevrij, be, be, bevrijdt. Die heeft een geest van moeheid, chronische moeheid. Die is altijd moe, al jarenlang. En hij krijgt openbaring dat het een geest is. En midden in die bevrijdingssessie zegt die vrouw, ze zegt, moet je maar stoppen? Ik word zo moe, ik ben zo moe. Dus we zei zeggen: nou, ja oké, okay, weet je wel. En totdat de Heilige Geest zegt, het is de demon die praat. Die zei, ik ben zo moe, ik ben zo moe. Het was een geest van moeheid. Die dacht, hier word ik moe van, van deze bevrijdingssessie. En die probeerde dat te stoppen. En hij kreeg onderscheid van geest. Hij sprak die demon aan en ze werd compleet vrijgezet. Maar het was een demon van moeheid. En je ziet vaak: dat is even een stapje op zijn, maar mensen die bevrijd worden, manifesteren vaak in diezelfde orde. Dus je ziet sommige mensen die van een geest van trots bevrijd worden, die gaan er zo bij staan. Die geest van trots begint zich letterlijk te manifesteren door hun lichaam. Dan zijn we toch in het onderwerp manifestatie terechtgekomen? In ieder geval, demonen hebben een karakter. Dus sommige demonen zijn extreem gemeen of gewelddadig. He, die zeven zonen van Skewe, die, die letterlijk met geweld ze aanviel. Boven natuurlijk sterk, anderen zijn zwak, sommigen zijn angstig. Andere demonen, kijk, sommige demonen die beginnen, weet je kom maar op. Andere demonen, soms ik heb mensen letterlijk weg zien rennen uit bevrijdingsdiensten. Door, door demonen, die gewoon bang waren. En, um, dus dat kan ook een manifestatie zijn. Sommige demonen belachelijk kinderachtig. We waren een keer een vrouw aan bevrijden. Die begon zich te gedragen als een klein kind, als een baby die niks meer snapte. En als je dan niet weet wat daar gebeurt, dan kan je denken van goeiedag, weet je. Of we lijkt het niet doorheen te komen of snapt ze het echt niet. En dan kan je die sessie afbreken en denken van nou, ik weet niet wat dit is. Maar als je herkent dat dat die demonen zijn, die met een bepaald karakter aan het reageren zijn. Dan weet je vaak, dan kan je daar mee doorgaan. En... Um, Sommige zijn kinderachtig en Derek Prince, ze hebben een karakter. Derek Prins beschrijft een verhaal dat hij op een gegeven moment uh, was er waren een man en een vrouw die kwamen voor counseling en, en die vrouw die had, um, die, had uh, die had die had bevrijding nodig en op een gegeven moment Derek Prins die had het idee dat er een geest van onreinheid was en hij kreeg daar hij kreeg daar meer indrukken van de Heilige Geest wat zich daar precies had voorgedaan maar hij wilde dat niet openbaar maken in die sessie ook niet om een bepaalde schaamte te brengen. Dus hij zegt: Geest van onreinheid, ga eruit. En die geest zegt dat is niet mijn hele naam. En hij wist dat dat niet zijn hele naam was, want hij had meer openbaar gegeven, maar hij wilde daar geen stuk schaamte brengen. Dus hij zegt mijn niet uit hoe je heet, ga eruit. Maar dat is niet mijn naam. Weet je, en uiteindelijk die, hij werd gewoon bevrijd, of zij werd gewoon bevrijd op basis van die geest van onreinheid. Die naam, maar tot en met het laatste bleef die geest roepen: Je hebt mijn naam fout, je hebt mijn naam fout. <laughs> Om even te laten zien dat ze, ze hebben karakters hebben. En, uh, <laughs> uh. weet je, ze hebben een gevoel. Jacobus 2 vers 19: De demonen geloven dit en zij sidderen. En zij sidderen. Dus. Ook demonen hebben gevoel. En ik geloof dat dat ook in de bevrijdingsdiening redelijk belangrijk is. Demonen proeven of dat je autoriteit hebt of niet. En als je bang bent of, of uh, in een stuk ongeloof handelt, proeven ze dit. En zullen ze hier misbruik van maken. En je moet, je moet dus nooit, je, demonen liegen tegen je. Dus soms roep ook demonen van je hebt helemaal niet het geloof om mij uit te drijven. En als je niet weet wat er dan gebeurt, dan denk je van nee, misschien heb ik ook wel niet het geloof. Maar je moet altijd antwoorden met wat het woord van God zegt. Er zegt gewoon, het woord van God zegt dat de mosterdse van geloof genoeg is om een berg te verplaatsen. Ga eruit. En je blijft staan in je autoriteit, je laat je nooit intimideren. Demonen proeven het. Ik heb het zo vaak gezien dat demonen bij de ene persoon, die staat te bestraffen als een malle. En er gebeurt niks. En bij een andere persoon is het in drie seconden klaar. Ze proeven autoriteit. Dat heeft ook te maken met salving, kracht van de Heilige Geest, al die dingen. Maar goed, ze hebben een bepaald gevoel. Ze kunnen angstig zijn en beginnen ze op te reageren. Maar manifestaties zijn vaak gewoon demonen die weten dat ze eruit moeten. En die gaan dat tegenvechten, gaan dat tegenhouden. Weet je, Carlos Anacondia in Argentinië. Die doet diensten in stadions, bevrijdingsdiensten. En als hij in het stadion bidt en roept in de naam van Jezus eruit... beginnen buiten op straat de mensen te manifesteren. In de taxis en in de bussen. Maar goed, dat is daar, weet je, die mensen zijn er op een gegeven moment gewoon aan gewend geraakt. Dat die taxichauffeur weer iemand achter in zijn taxi heeft zitten. Nou oké, okay, weet je wel, afslag, afslag evangelisatiecampagne. Gooi er maar uit bij het nazorgteam. Weet je wel, en hup, weer verder. En ook die buschauffeur had er standaard stop van gemaakt. Bij dat stadion, met bevrijdingsdiensten, we hebben een extra stop. Gooi iedereen die aan het manifesteren is eruit, rij we weer verder. Halleluja, ik weet dat we diezelfde kracht in Nederland krijgen. Amen. Ja. <laughs> weet je, maar, maar die demonen voelen dat. Een vriend van mij, die was uh, een voorganger in uh, Zwitserland. Die was bij, uh, bij een dienst van, van, van die man van God. En ik vroeg, hoe was dat? Hij zegt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Hij zegt, hij begon te prediken en te prediken. En alle demonen werden bang. En je proefde het. Hij zegt het was alsof je de atmosfeer volde stijgen. Mensen zaten in totale paniek. Mensen zaten om zich heen te grijpen. Hij was ineens aan bidden voor bevrijding. Maar die demonen proefden zo'n autoriteit in de geest. Hij zegt het was zo'n spanning, geestelijk, in de geest. Nog überhaupt voordat er gebeden was. Hij zegt en toen hij begon te bidden, het ging helemaal los. Maar die demonen die voelden het al aan. Net zoals met Jezus. Wat hebben we met u te maken? Weet je, ook demonen hebben een gevoel, ook demonen voelen dingen aan. Demonen hebben een bepaalde intelligentie. Nou, nou. Demonen hebben een bepaalde mate van intelligentie. Ze weten hoe ze binnen kunnen komen bij mensen. Ze weten de open deuren. Ze snappen hoe die dingen werken. Je hebt hele domme demonen, je hebt hele slimme demonen. Ze weten hun zwakke momenten. Ik vind dat schitterend verhaal van uh, RW Schembeck. Dat hij. Aan <laughs> dit is zo grappig. Dat hij op een komt er een vrouw binnen in een van die tentcampagnes. En, en zwaar, zwaar bezeten. En hij bidt voor die vrouw en de ene naar de andere de demon die, die vliegt eruit en ze wordt vrijgezet en best wel tijd aan het bidden. En die vrouw die ligt daar op de grond en die lacht te manifesteren en alle geesten gingen eruit op, hem lacht ze gewoon en er gebeurde er niks meer. En Shembek die kijkt naar haar en die vrouw roept: There are none of us left. <laughs> je, er zit hier niemand meer. En Shembek vraagt. If there are none of you left, who's talking? Weet je, als er niemand meer zit, wie is er aan het praten? En die, en die kop van die. Weet je, die demon die daar doorheen maar die zit, hier gewoon totaal verbaasd. dat hij zichzelf verraden heeft. Om even, om even aan te geven, soms intelligentie is beperkt. Laat ik het maar even zo zeggen. Ik bedoel, als Jezus de synagoge binnenkomt, ik zou zeggen: hou je mond. Weet je, misschien heeft hij het niet door. Of diensten op een gegeven moment... Met, uh, Jan Soert beschreef dat, ook Frank en Ida Hammond... dat op een gegeven moment, als de diensten binnenkwamen... dat de demonen begonnen te roepen... Nee, daar heb je hun weer! <laughs> Om even aan te geven, een bepaalde maat van intelligentie. Jan Soert vertelde me dit verhaal... dat hij op een gegeven moment in Nederland voor een vrouw bad... voor bevrijding, en die demon begon door, 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 tegen, hem, uh, tegen hem te spreken. Bizar verhaal. Die, die demon zei, ik weet wie je bent. Je hebt me er eerder uitgestuurd in Japan... En Jan Soert was een beetje verbaasd. En ik geloof niet altijd dat het goed is om met demonen te praten, hele gesprekken. Maar hij zegt: Wat bedoel je? En die demon vertelde een verhaal over een bevrijding die Jan Soert nooit in Nederland had verteld. Wat die vrouw onmogelijk had kunnen weten. En, uh, dus het was geen natuurlijk iets. Maar het was letterlijk diezelfde demon, Die dus in Nederland op een nieuw grondgebied bij iemand zat. En, en, en dus echt bizar. Maar ze hebben dus wel een bepaalde vorm van intelligentie. Zelfbewustzijn. Ze weten wie ze zijn, ze weten wat ze doen. Mijn naam is Legio, wij zijn met velen. Dus demonen hebben zelfbewustzijn. Ze weten heel goed wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Nogmaals, ik geloof niet dat het, uh, dat het bijbels is om hele lange gesprekken te voeren met demonen. En zeker niet om daar doctrine vandaan te halen. Maar dus vaak zie je dat als demonen beginnen te manifesteren, dat ze dingen beginnen te roepen. En. Als het gaat, als ze roepen wat ze aan het doen zijn, roepen ze altijd dingen van: Ik maak het leven kapot of ik maak de familie kapot. En je ziet ook wel bepaalde Afrikaanse bedieningen die dan soms van die gesprekken houden met demonen. Wie heeft dat wel eens gezien? Een aantal wel. En nogmaals, ik denk niet, persoonlijk niet dat, dat we daarvoor geroepen zijn. Maar het was trouwens Frank en Ida Hammond heel interessant, die dat in het begin van hun bediening ook deden. En Jan Sjoerd trouwens ook, totdat de heer ze daarin corrigeerde. En zei van: joh, Drijf ze gewoon uit, drijf ze gewoon uit. En, uh, dus, ik denk dat we daar gewoon van kunnen leren. En aan de andere kant, iedereen moet zelf verantwoording afleggen voor wat hij doet in zijn leven met God. Dus ook die Afrikaanse bedieningen, sommige worden dus zo groot door God gebruikt. Ik wil er helemaal niks over zeggen. Misschien hebben ze andere instructies van de heer, dat weet ik niet. Maar als, als je dan hoort wat die demonen aan het doen zijn, zijn ze ontzettend bewust waarvoor ze daar bezig zijn in het leven. Sommigen zeggen, ik wil zijn gezin kapot maken, of ik wil zijn huwelijk kapot maken, of ik wil zijn werk kapot maken, of ik wil voorkomen dat deze persoon in de bediening gaat, of ik wil voorkomen dat deze persoon Bijbelschool gaat doen. Ze dus zijn er met een hele specifieke taak aanwezig in het leven van een persoon. Hier hebben we het al over gehad, spraakvermogen. Nou, het is niet zo dat altijd als mensen, gelukkig niet altijd als mensen bevrijd worden, dat ze manifesteren, Daar gaan we het nog wel over hebben met manifestaties, maar demonen kunnen spreken, ze kunnen krijsen, schreeuwen, huilen, praten, uh, mompelen. Weet je, soms rare dingen. Weet je, vrouwen waar een mannenstem uitkomt, dat soort dingen kan je meemaken. En, uh, en het kan dus zelfs zo zijn, dat zei ik net al, door... Niet in, in, um, niet in een bevrijdingssetting. Dus het kan zelfs zo zijn, als je niet met iemand aanbidden bent voor bevrijding, maar gewoon in het dagelijks leven. dat sommige mensen worden letterlijk soms overgenomen door demonen. en die demon praat door hun heen. alleen je hebt het niet door, omdat het in de stem van die persoon is. Ik weet dat dit heel eng klinkt, maar ik sprak ik, laatst. Het was een vrouw die kwam, misschien dat ze wel de getuigenis wil geven. maar um, die kwam op, uh, op een reviveavond en we raakten in gesprek. en ik vroeg naar de getuigenis. En uh, ze had gehoord ook dat we iets met demonie en bevrijding gingen doen. En ze zei, ik ben zo blij dat je hier onderwijs over gaat geven en dat dit komt. Want ze zei, ik ben zo zwaar, zwaar, zwaar bezeten geweest. En ze was begonnen met, uh, ze was wel christelijk opgevoed, maar op een gegeven moment aan, in aanraking gekomen met occulte dingen. En waarvan ze in het begin niet door dat het occult was, want het stond ook dingen in over, over God en over engelen. Dus ze dacht van, oh nou, dat, dat is allemaal één pot nat. En ze had daar niet genoeg kennis over. En op een gegeven moment ook over mensen helpen. Door hun toekomst te vertellen of dat soort dingen. Nou, ook in de Bijbel lezen we over een waarzeggende geest. Hè? Dus dat soort dingen. Dus zij begon ook die gebeden in die boekjes te, te bidden. Van gebruik me hiervoor. Maar wat ze niet door had, was dat ze met occulte dingen bezig was. En op een gegeven moment zeggen ze: toen ik door had dat het niet klopte, zat ik er al veel te ver in. Want de meest bizarre dingen kon ze van, over mensen vertellen. Zag ze. Niet door de Heilige Geest, maar door een waarzeggende geest. Lezen we ook over in Handelingen 16 uit mijn hoofd. De waarzeggende geest die achter Paulus aanloopt. En roept dit zijn uh, verkondigers van het evangelie, zo is roept die geest dan. Maar ook zij vertelde dingen over mensenlevens. En zij ze in het begin, de eerste paar keer was het onschuldig. In de zin van niet wat ze vertelde, maar deze dat vanuit dezelf. Maar ze zei: hoe verder die gebondenheid raakte, dat ze merkte dat die demon soms gewoon haar, haar, haar lichaam begon te besturen. Dat ze in één keer, merkte, ik heb hier geen kracht meer over. En dat in gesprekken, in één keer die demons, dat Omschreef ze zelf, die demon nam het over. En begon door mijn mond te praten en ik hoorde mezelf dingen zeggen. Ik hoorde me toekomst voorspellen over mensen. Ik hoorde. Ik, ik stond er. Het was alsof ik in mijn eigen lichaam erbij stond en ernaar keek. Terwijl die demon met mijn stem sprak met andere mensen. En ze hadden vaak niks door. Om even aan te tonen: demonen hebben spraakvermogen. En nogmaals, ik, ik, mijn angst altijd met dit soort onderwerpen. is dat mensen of spooky worden. of te bang van worden. En dat is nooit het doel van dit soort onderwijs. Is dat we er let op worden en dat we er kennis van krijgen. Uh, maar wel goed, zeker om kennis van te hebben. Uh, ook, ook in die, sommige dingen zijn vleeselijk, maar ik, we hebben het ook wel eens in diensten. Ik ga twee voorbeelden geven. Ik zat ooit in een. Uh, eenmaal was onze eigen dienst. We deden ergens een campagne. En op een gegeven moment, echt alles was gewoon, was gewoon, we hadden echt een hele goede avond gehad. We hadden daar een gebouw afgehuurd en we hadden een spreker neergezet. We hadden een hele goede avond gehad. En aan het eind gaven we mensen de kans om te geven. En één mevrouw, ze zat schuin achter kort. En die begon gewoon demonisch in één keer, heel de avond, als het over geld ging. Ze begon te sissen, ze begon, geld, 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 gaat altijd... En gewoon een demonie in één keer door haar heen, in die samenkomst. Uh, allemaal rare dingen eigenlijk begon te roepen, in de rij ook. En, en als je er niet bewust van bent, kan je denken van, oh, dat is gewoon een normaal, dat is, gewoon, dat is iemand zelf. Maar in de geest zijn het vaak geesten die zo'n samenkomst beginnen te verstoren, of een geest van hebzucht, of, of het, als je er logisch over nadenkt, weet je, de heilige geest is er nooit op tegen dat er offers op worden gehaald, want dat, is gewoon, dat staat gewoon in de Bijbel. Dus dat zijn dan een keer religieuze geesten, of, en, en, en die vrouw die ging eigenlijk best wel door, door het linten, en dat was verzorgd voor een stuk onrust daar in die hoek, en een van de dingen wat me opviel, is dat ze rare bijbelgedeeltes begon te verdraaien in wat ze begon te roepen. Uh, dus, dat, dus, dus, dus dat soort dingen kunnen ook gebeuren in diensten. En ik zat een andere keer, zat ik ergens in een gemeente, ik was er gewoon als bezoeker. En, en, de, en de spreker die sprak. En gewoon, het was gewoon een hele normale preek. En het ging ook over het gezin en dat de man het hoofd is van het gezin. En er zat een vrouw schuin achter mij. En toen het ging over autoriteit, en de man het hoofd van het gezin. Zag ik te draaien naar de man toe. en ze rond te sissen. Hij ligt, hij ligt. En ik dacht, nou, ik weet niet of dat huwelijk helemaal goed zit, maar uh, in ieder geval, op een gegeven moment had ik door, dit is gewoon een geest. En toevallig, helaas, had ik na de dienst een bepaalde confrontatie met die vrouw, want ze, ze, ze kwam hem af en ze vroeg een aantal dingen, en op een gegeven moment had ik door, het is gewoon een demonische geest, de geest van Isabel. En dat zie je in de Bijbel ook, de geest van Isabel, die geen enkele vorm van autoriteit kan verdragen. Dus Isabel, weet je met Agab, Agab was eigenlijk de leiding. Hij was de natuurlijke leider. En Isabel overroelde dat met manipulatie. Hij was exact daar aan de hand. Want die geest begon te manifesteren door haar stem. En op het moment dat het daarover ging in een dienst. Dus soms is het ook gewoon goed om je bewust te zijn van dat dat soort zaken kunnen spelen. Verschillende rangen. Dit is het laatste over demonen en hun karakter. Ze hebben een rang en ze weten waar ze zitten. Daarna gaan we even heel kort koffiepauze houden. Maar het is een georganiseerd koninkrijk. Jezus zegt: als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. Als er een tekst is die christenen zou moeten wakker schudden, is het deze, web, is het deze tekst. Omdat een van de grootste zorgen lijkt wel altijd dat het koninkrijk van God tegen zichzelf verdeeld is. Niet, niet door God, maar door de christenen. Die overal over weten te discussiëren en leerstellingen of gevoel of Engelse liedjes of Nederlandse liedjes of zij vinden dat en hij zegt dit en we zijn een verdeeld lichaam en een verdeeld lichaam is nooit krachtig maar Jezus zegt dit over het koninkrijk van de duisternis een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is dan kan dat koninkrijk niet standhouden. Nou het koninkrijk der duisternis is een georganiseerd koninkrijk. Met rangen, standen. Toen Jezus vroeg aan de man in Marcus 5, wat is je naam? Of aan die demon, Die leidende demon, die reageerde. Hij zegt, legio. We zijn met velen. En die leider van die demonen, die sprak met Jezus. Dus je ziet ook dat daar rangen en standen van demonen zijn. En je hebt hele sterke demonen, je hebt hele zwakke demonen. Je hebt allerlei soorten demonen. Dat even... Om alvast een beetje een beeld te krijgen over demonie. En wat demonen zijn en hoe ze functioneren. Heeft dit al het een en ander opgehelderd? Of wat? Ja? Oké, okay. laten we even kort vijf tot tien minuten koffiepauze doen en dan gaan we verder. Het tweede deel, hier zijn we gebleven. Oké, okay, ik wil iets dieper ingaan op het Koninkrijk van de Duisternis. En wat demonen doen. Dus we hebben het nu uh, een beetje gehad over wat demonen zijn. We hebben persoonlijkheden gekeken waar ze in functioneren. En heel veel van die dingen ga je wel herkennen als je ermee bezig gaat. Hoe is het koninkrijk van de duisternis georganiseerd? We hebben Satan, hij is een gevallen aardsengel. Hij stuurt het koninkrijk der duisternis aan. Over Satan, uh, over de, of Lucifer in het Oude Testament, hij heeft een aantal kenmerken. Hij is de slang uh, in Ede. Deze is interessant, de macht achter de zonde. Je ziet eigenlijk vanaf Genesis hoofdstuk 4, wat gebeurt daar Dat is de moord van Kain en Abel? Maar God zegt dan, hij zegt wees op je hoede, want de zonde ligt op de loer. En dat is eigenlijk, ken je die tekst, wat dan gezegd wordt tegen. Uh, maar maar dat, dat op de loer is eigenlijk wel als bijna een roofdier wat op zijn prooi zit te wachten. En in het Oude Testament moet je eigenlijk heel veel tussen de regels doorlezen om die machten van de duisternis te zien. Die zie je soms minder direct dan in het Nieuwe Testament. Hij is de macht achter de geestelijke rebellie. Dat lees je dan uit de profeten. Dat Satan de macht is achter die momenten van geestelijke rebellie. Hij is de aanklager van de gelovigen. Dus dit zie je al in het Oude Testament, met Job. Dat hij Job aanklaagt bij God. En dat hij, uh, hij Jozua, de hoge priester aanklaagt bij God. Kan je thuis allemaal nalezen. En hij is de heerser over die andere Duitse of oh, Duitse. <laughs> nee, dat was 60 jaar geleden, toen was hij. Geloof ik ook hoor, persoonlijk. Dat hij uh, toen ook achter uh, Hitler zijn hele strategie zat. Dus toen zat hij achter de Duitse machten, maar. Uh, <laughs> dus over het spraakvermogen van de demonen, ze spreken ook Duits. Um, ook Duits, zei ik, hè? Over spraakvermogen. Ik, ik la, Frank en Ida Hammond, die deden een... Uh, die deden in Polen deden ze een uh, conferentie bevrijdingsconferentie. En we hadden ook mensen die totaal geen Engels spraken. En die demonen spraken wel in het Engels naar hun. I'm not coming out, I'm not coming out. Mensen die geen woord Engels spraken van zichzelf. Die demonen uh, spraken gewoon Engels. De dus Satan in het Nieuwe Testament, of de duivel in het Nieuwe Testament. Hij is de tegenstander en de verleider van Jezus. Dus wat gebeurt er? Je ziet hem ook al achter de schermen: Herodes die de baby doodt. En allerlei beeldspraak wat erachter zit. Maar uh, Openbaring 12 zegt er ook wat over. Maar hij is de verleider, de tegenstander van Jezus. De leider van het koninkrijk, de duisternis en demonen. Zo noemt Jezus hem: Hij is de overste van demonen. Hij is de duivel, de slang, de draak, de Satan, de misleider van de wereld. Even over Satan. De naam Satan. Eigenlijk is Satan is geen naam, het is een titel. Satan betekent tegenstander. Dus het betekent de tegenstander. Hij staat tegenover God en zijn mensen. Uh, Lucifer is eigenlijk, zo noemen de demonen hem, dat, dat is eigenlijk de meest gebruikelijke naam. Dus ook uh, het satanisme wordt ook wel Luciferiaanse geloof genoemd. En noemen ook hun meester eigenlijk altijd Lucifer. De aanvoerder van de gevallen engelen. Deze is ook interessant. Hij wordt de God of de overste van deze wereld genoemd. Door Jezus, door Paulus. De God van deze wereld. Omdat wat God deed, hij gaf, die, hij gaf de rest naar alle volken over. Om de andere goden te dienen. En de Satan stond daarboven. Dus via die andere machten bestuurde hij de wereld. Hij is de leugenaar, de vader van de leugen en de mensenmoordenaar. En Beelzebul. Nou, Er zijn twee ideeën over of de heer van de vliegen... Uh, maar waarschijnlijk gaat het over Baal. Uh, dus dat, dat, dat zou een betere vertaling misschien kunnen zijn dat hij daarna verwijst. Even <coughs> kijken. Als je dit ziet over de duivel, uh, zeker dat hij een overste is van de wereld. Jezus noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin. Wat ik eigenlijk bizar vind en wat ook wel natuurlijk de strategie is geweest van de duivel, is dat hoe verder hij op de achtergrond staat, hoe minder aandacht de mensen voor hem hebben, hoe minder ogen voor hem hebben, hoe meer die ze gang kan gaan. En dit zie je dus eigenlijk ook dat wat in veel kerkleringen lijkt wel alsof de geestelijke wereld alleen maar uit God bestaat. En zodra er iets gebeurt, waarom laat God het toe? Waarom gebeurt dit? Waarom God dit? Waarom God dat? Waarom doet God niks? De mensen hebben geen idee wat de Bijbel zegt. Over een overste van deze wereld. De God van deze wereld, Satan. Als je kijkt dat Jezus praktisch alle ellende in de wereld toeschreef aan demonen en aan de duivel en aan de mensenmoordenaar noemt. En op een of andere manier is Satan erin geslaagd om het helemaal om te keren. En ook een beeld van de soevereiniteit van God te creëren. Waarvan ik niet begrijp zozeer waar dat vandaan komt. Omdat je in de Bijbel allerlei ellende ziet. Wat van de duivel vandaan komt en niet bij God. En toch wordt ontzettend veel bij God in de schoenen geschoven. En zelfs de vraag, ja maar God staat het toe. In het Nieuwe Testament is het anders, wij staan het toe. Wij hebben autoriteit gekregen. Wij mogen regeren op aarde, wij, wij hebben autoriteit gekregen van Jezus. Nou dat is dus de eerste, je hebt, je, hebt, uh, je hebt Satan. Dan heb je de gevallen engelen en de leden van Gods raad die onder Satan de wereld beheersen. Dit zijn de overheden en de machten. Waar Paulus over spreekt. De overheden en de machten dat zijn die gevallen engelen. Of de goden, die leden van Gods raad. Waar de andere volken aan overgegeven zijn. En dit, als je een beetje nou het gedachtegoed in, uh, van de vorige lessen in je hoofd hebt. En die termen. dan gaan veel meer Bijbelgedeeltes op hun plek vallen. Efeze uh, 6, vers 12. Wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En dat wereldbeheerserser staat dan heersers van de kosmos. Dus die in de lucht regeren over die volk. En Paulus zegt, we strijden daartegen. Christus, hij is het beeld van de onzichtbare God, Jezus, de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is als eerste hij is de eerste van de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn geschapen door Hem en zijn geschapen voor Hem. Paulus pakt dat terug en hij zegt, Jo, Christus is er vanaf het begin af aan geweest, alles draait om Christus. Al die tronen en heerschappijen zijn gemaakt door God. Dat zijn we in de vorige lessen daarop ingegaan? En dat God maakte de hemel en de aarde een hele lege macht. Ze zijn gemaakt door God, ze zijn gemaakt voor God. Alleen een gedeelte heeft gerebeleerd. Deze is heel interessant, omdat, zometeen gaan we het hier nog wel even over hebben, wat, wat, wat die machten in de lucht doen. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. Nou, de Engelse vertaling zegt daar, die elemental powers of the cosmos. Maar niet volgens Christus. Wat die overheden en machten dus doen, die sturen hele denkgebieden aan. Die sturen hele denken. zij zitten achter het denken, uh, daar zitten ze ontzettend op te sturen. Dat ze bepaalde denkgebieden kunnen sturen. En je ziet dat dat per werelddeel verschillend is, maar alles om mensen weg te halen bij Jezus. En in het Westen is dat dus het creëren van een hele platte werkelijkheid, met, waar wetenschap de Allerhoogste God is en analytisch vermogen en ons eigen denken. En als, als ze dat denken kunnen creëren, dan is het heel makkelijk, want dan is iedereen atheïst en mensen geloven niet in God en komen niet tot Christus. En per werelddeel zie je dat. Uh, zie je dat uh, maar zie je dat dat verschilt? Maar Paulus zegt dus: pas op dat niemand u als buit. Als een soort roof, dat je niet geroofd wordt, meegesleept door de filosofieën van deze wereld, de denkwijzes van deze wereld, uh, inhoudsloze verleidingen. Volgens de overlevering van mensen en volgens de grondbeginselen van de wereld. Dus volgens de powers of the cosmos, maar het is niet volgens Christus. Dus Paulus waarschuwt heel erg, van, waarschuwt heel erg van welke denkwijze volg je, welke denkwijze heerste. Dus ze zijn aanwezig in de hemelse gewesten, maar ze beïnvloeden de aarde. Ze zijn er aanwezig in de hemelse gewesten, maar ze proberen gigantische invloed uit te oefenen op de aarde. Dus dat is hebt Satan, die wezens die daar zitten, die machten. Die zie je dat die zijn letterlijk gegeven over bepaalde volken en bepaalde gebieden. Dus bij Daniel lees je dat er een prins is van Griekenland en een prins is van Perzië. Geestelijke machten die achter dat land staan en die zo'n land vertegenwoordigen in de geestelijke wereld. Die strijden met de engelen van God. Dus dat is de tweede, dat is de tweede rang. Zeg maar. Ook daarin zijn verschillende rangen. Paulus noemt ook verschillende rangen. Maar dat is eigenlijk de tweede laag van geestelijk kwaad. En dan heb je de derde laag. Ook de laagste laag zijn demonen. Gebonden aan de aarde. Gehoor ze maar, Satan. Het door ze terroriseren en vernietigen van mensenlevens. Nou, demonen komen onder allerlei namen voor in de Bijbel. Ik ga er zo meteen iets over zeggen. Want er zijn nog allerlei andere namen die niet in de Bijbel staan. Of uitingen van demonen. Dit zijn maar even een aantal voorbeelden. Uh, dit hebben we net gehad. Even kijken hoor. Het klopt niet helemaal. Mijn PowerPoint op mijn eigen laptop is heel iets anders. Ergens misgegaan. Even kijken hoor. Hier waren we net. Um, die geestelijke macht in de lucht, laten we even een stapje terug gaan. Zij, zij sturen de demonen aan, ze oefenen invloed uit. Over werelddelen, over landen, over gebieden, over steden. Ze beïnvloeden het denken van mensen in die gebieden. Hier heb ik een aantal teksten waar ik het heb uh, uitgelicht. Wij strijden niet tegen. Deze hebben we net behandeld. Hier heb ik ze geel gemaakt. Maar 1 Corinthus 12 zegt. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. En als ze dat wel hadden, hadden ze de, hadden ze de heren van de heerlijkheid niet gekruisigd. Als je dat stuk gaat bestuderen, dan kom je er in één keer achter. dat Achter de kruisiging van Jezus zaten geestelijke machten. Die hem wilden kruisigen en die hem wilden doden. En die hem dachten op die manier te kunnen overwinnen. Efeze 2, vers 2 spreekt over de mensheid. Waarin u voorheen gewandeld hebt in zonde. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Dus de hele wereld doet het. Maar ook overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dus voor Paulus zijn die machten in de lucht een heel reëel beeld. En hij betrekt ze bij allerlei dingen. Waar hij constant duidelijk maakt, zij bepalen hoe dingen op aarde gaan. Nou, hoe ga je om met deze machten? Dit wil ik net even kijken. Hoe gaan we om met deze machten? Want dit is wel belangrijk. Hebben we net. Uh, die komt. Op een of andere manier heeft hij mijn PowerPoint door de war gegooid, maar dat maakt niet uit. Hoe gaan we om met deze machten? Als Paulus zegt: we strijden tegen die machten. Hoe we omgaan met die machten is anders dan hoe we omgaan met demonen. Want demonen sturen we eruit. Maar Paulus zegt over die machten: bekleed je met de wapenuitrusting van God. Houd stand tegen de listige verleiding van de duivel. Maar dan zegt we: strijden tegen die geestelijke machten. Nou, wat is heel interessant. Paulus. Blijkt eigenlijk een soort van te zeggen: deal with it. Ze zijn er. Ze beïnvloeden de aarde, maar zorg dat ze jou niet beïnvloeden. Als je kijkt wat Paulus zegt in de over of Succes, zegt hij niet zozeer van: joh, drijf ze uit of stuur ze weg of dat soort dingen. Hij zegt: je trekt je geestelijke wapenuitrusting aan. Je blijft stand houden tegen al die uh, verleidingen. Uh, en blijkbaar is dat gewoon een reëel deel van de wereld waar we mee te maken hebben, waar we in leven. Nou, dan noemt hij die wapenuitrusting, die kennen we wel... ...maar dit, vindt, dit is toch wel iets interessants nog. Want wat me opvalt... ...als Paulus spreekt over die wapenuitrusting... ...noemt hij een aantal dingen. Je middel om God met de waarheid, je borst aan als van gerechtigheid... ...voeten met bereidheid van het evangelie, je schild van geloof, helm van zaligheid... ...het zwaard is Gods woord... ...en bidden en bidden in de Heilige Geest. Dus het woord van God... Het proclameren van het woord van God en gebed zijn, zijn belangrijke aanvalswapens, eigenlijk die we hebben gekregen van God. Maar wat ik minder zie en wat ik, waar ik soms te veel nadruk op vind leggen in de kerk, en ik ben altijd voorzichtig om hier dingen over te zeggen, maar is het idee dat wij geestelijke machten boven gebieden kunnen binden. En. Ik ben altijd wat voorzichtig om daar wat over te zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Omdat soms. Wat ik letterlijk heb meegemaakt. Dat mensen drie weken naar het buitenland gingen. Op zendingsreis. Drie weken lang iedere dag in een gebedsdienst geestelijke machten gingen binden. Terugvlogen naar huis en dat was de zendingsreis. En dan sprak ik mensen en zei: Hoe was het? Ja, krachtig. Krachtig. Oh, wat hebben jullie gedaan? We hadden iedere dag hadden we drie uur lang bidstond. We hadden geestelijke machten boven dat gebied gebonden. Oh. En hoeveel mensen zijn er tot bekering gekomen? Nee, we hebben alleen gebeden, we hebben gebonden, die machten zijn nu gebonden. Ik, ik weet niet of het zo werkt. Ik denk het niet. Waarom? Er zijn eigenlijk weinig Bijbelse gronden voor het binden van machten in de lucht. En dan zeggen mensen ja, maar weet je, zegt Jezus niet dat gebonden is in de hemel, zal gebonden zijn op aarde. Als je die teksten gaat, gaat bestuderen, en ik wil er niet te diep op ingaan, maar dan, zeker in de context, dan zie je eigenlijk dat Jezus het daar niet over heeft. Hij heeft het niet over dat soort dingen. Bovendien, wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. Hoe doet Jezus het zelf? Hoe doen de apostelen het? Hoe doen ze het in het boek Handelingen? En dan zie je eigenlijk dat ze heel nuchter omgaan met die geestelijke machten. Dus zelfs Paulus, die op een gegeven moment in Efeze, Handelingen hoofdstuk 19, nou, als je dat bestudeerde, zwaar, zwaar, zwaar demonisch. Op een gegeven moment met een bekeringsoproep zegt hij, wij gaan voor 50.000 zilverstukken aan toverboeken verbranden. Dat is een hoop. Dat is echt een hele hoop. Um, of één heel duur boek. <laughs> Die ze met z'n tienen moesten tillen. Gewoon een boek van drie meter. Maar in ieder geval, een hele demonische plek. Met, en dan lees je ook over afgoden tempels en Artemeis en allerlei goden. En Paulus kwam op allerlei van dat soort demonische plekken. Jezus ook. Toch lezen we nergens dat ze een bidstond doen om de machten te binden. Wat doen ze wel? Ze gaan er naartoe, ze prediken het evangelie, ze drijven demonen uit, ze genezen de zieken en ze verspreiden het evangelie. En ze zijn eigenlijk heel weinig bezig met het binden van die machten, zoals we dat soms zien in sommige uh, charismatische kringen. Hij heeft echt alles door elkaar gegooid. Kan je de powerpoint weer opnieuw op te starten? Ik ga wel even verder zonder PowerPoint. Dus. Um, gooi maar even uit. Ja. Uh, dat zijn dus die, die gevallen engelen. Die vanuit de lucht het koninkrijk van de duisternis besturen. Um, dus in het Nieuwe Testament. Als je kijkt van. Uh, hoe gaan ze ermee om? Dus ze prediken. Maar daarnaast, uh, ik, ik geloof in gebed, je ziet het ook bij Daniel, dat Daniel is in gebed en hij is in bidden en vast en dan komt, uh, dan komt die andere vorst en die rekent daarmee af. Uh, dus ik geloof in gebed. Ik geloof zelfs dat we bepaalde machten kunnen bestraffen, laat me daar duidelijk over zijn. Alleen waar zie ik dat gebeuren? Bij Jezus die op weg is naar een gebied waar, een dem, waar best wel demonisch was met die bezeten man in Marcus hoofdstuk 5. Hij gaat daar naartoe, hij komt een demonische macht tegen. Op het meer en die, die valt hem aan met een storm. Nou, hoe weten we dat het demonisch was? Omdat Jezus bestraft die storm en zegt wees gemalkofft en ga liggen. Doet dit weer? Ja, heel goed. Even kijken. Ja, nou zijn we natuurlijk. Uh... Kan okay, je dat stuk opzoeken over bidden in het Nieuwe Testament? Uh, dus, dus hoe gaat Jezus ermee om? Dus even, even terug. Ik geloof in het bestraffen van machten als ze je aanvallen, als je ze tegenkomt. Dus Jezus, ze gooien een storm op. En Jezus zegt: Wees of ga liggen. En die storm gaat liggen en hij gaat door en hij bevrijdt die man. Ik geloof 100%: Het was een demonische storm. Het was een storm door een van die machten in de lucht. En Jezus bestraft hem. Is helemaal goed om te doen. Alleen ik denk niet dat het goed is om onze aandacht te leggen op constant het binden van demonen in gebieden. En. Uh, omdat ik daar niet de praktijk van zie in de Bijbel. Dus wat ik zie is: als ze het tegenkomen, bestraffen ze het. En gaan ze de confrontatie niet uit de weg. Of als ze aangevallen worden daardoor. Staan ze op in autoriteit, gaan ze de confrontatie niet in de weg. Maar zelfs Jezus was daar vooraf niet mee bezig. Nou, ik geloof ook heilig in het bidden voor samenkomsten. En voor de mensen die binnenkomen. En dat je zelfs bepaalde machten kan bestraffen. We doen het ook al met revive. Weet je, als mensen. Dat je gewoon bidt voor de mensen die komen. Je zegt. Heer, geen enkele macht van de duisternis. Heeft enig recht hier. Laat mensen vrij zijn. Laat mensen vrijkomen van al die dingen. Laat ze niet beïnvloed worden. Geloof ik in. Maar ik, ik geloof niet in het lang binden. Van een religieuze geest, weet je, zeggen mensen, ja maar er zit een religieuze geest boven dit gebied en die binden we 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 en, die... en de volgende dienst binden ze hem weer. Man, dat ding is zo glad als een paling. Je hebt hem nou al 36 keer gebonden, maar iedere keer is hij er weer. Weet je, ja, zit zo'n religieuze geest, kan er zo'n bolwerk zitten? Absoluut. Wat probeert hij te sturen? Het denken. Dus wat is er nodig voor die mensen om vrij te komen, is gewoon de waarheid. Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Dus als je kijkt naar het bidden in het Nieuwe Testament, zegt Jezus, bid voor arbeiders. Bid voor arbeiders. Bid voor de vrijmoedigheid om te prediken. Predik het woord. En de wonderen en tekenen om het bevestigen. Bid voor de open deuren om het evangelie te prediken. Bid voor de juiste woorden om te prediken en vrijmoedigheid. Dus er zijn allemaal een aantal tekstreferenties. In het Nieuwe Testament wordt daar dus heel veel om gevraagd. Bidden voor open deuren, vrijmoedigheid om te prediken. Het neerhalen van bolwerken. Dit is ook zo'n ding. Wat, weet je, overal waar ik kom, het zeg maar, maakt niet uit welke gemeente je komt, overal wat je vooraf gewoon aanschooit. Hier is harde grond, broer. Hier is harde grond. Ik ben nog nooit op een plek geweest waar zeggen, joh, hier is het zo makkelijk, we vervelen ons bijna. Weet je jammer, ze komen met hordes tot geloof. In ieder geval, of mensen zeggen altijd: maar er zit hier een bolwerk. En de ene zegt: het is een bolwerk van religie. En de ander zegt: het is een bolwerk van, van atheïsme. Of hier zit een bolwerk van dit, of hier zit een bolwerk van dat. En mensen zitten bolwerken te binden. Ik, ik zie dat niet terug in de Bijbel. Ik zie demonische machten over gebieden. Maar dit zegt Paulus over het neerhalen van bolwerken. Hij zegt: Al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot het afbreken van bolwerken. Nou, even een stapje terug. Wat waren die bolwerken waar Paulus tegen aanliep? Zeker bij de Korinthen was dat hun denken was verdraaid. Die machten hadden hun denken beïnvloed. Dus je zag nog steeds dat die patronen van hun oude leven zaten daar nog steeds in. Over het leven in zonde en rare ideeën met afgoderij en afgodenoffers. Al die dingen kom je tegen in de Corinth-gemeente. Dus Paulus zegt dit allerlei bolwerken. Maar wat doet hij ermee? Wij breken valse redeneringen af. Dus mensen hadden rare redeneringen. Paulus zegt gewoon, die breken we af. Niet door te bidden. Je moest een brief lezen. Ze krijgen een partij voor een broek. Waarmee hij gewoon tegen zegt, waar zijn jullie mee bezig, man? Weet je, hij, hij, begint gewoon, hij, begint, hij begint ze te corrigeren. Wij breken die valse redenering af. Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed, of wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw ongehoorzaamheid volkomen zal zijn. Dus. Paulus heeft over het afbreken van, reden, van redeneringen. De kennis van God brengen. Ongehoorzaamheid bestraffen. En op die manier haalt hij die bolwerken uit mensen waar ze mee te maken hebben. Oké, okay, dat was over het neerhalen van bolwerken. Even kijken of we hier nog iets terug gaan over demonen. Um, of dat we hier een hele lijst hadden. Nee, oké. Okay. Dan komt hij misschien zo meteen. Dus dat zijn die machten in de lucht en hoe we daarmee omgaan. Dus het belangrijkste bij die macht is gewoon dat je staat. Hier hebben we die demonen. Het belangrijkste bij die macht is gewoon dat we staan in de waarheid. Jezus zei: je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Dus jij staat in de waarheid en je vertelt andere mensen de waarheid. Dus laten we even dit, even dit gebied. En dat is voor iedereen die kijkt natuurlijk anders, maar. Ik denk dat we, je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen zien wat de macht in dit gebied is. Er is een macht van religie die daar speelt. Maar vaak zie je dat daar verschillende machten spelen. Want een andere macht die vaak speelt, weer in de jongeren, is een macht van rebellie. Die zich overal tegen afzetten en drugsverslaving. Al die machten spelen. Wat hebben die mensen nodig? De prediking van de waarheid. Allebei. Ze hebben allebei nodig dat iemand vertelt dat Jezus van je houdt. Dat hij gestorven is aan het kruis. Ze hebben wonderen en tekenen nodig. Ze hebben nodig dat mensen handen op ze leggen en ze genezen. Demonen uitdrijven. Wat hebben mensen nodig die vastzitten in een bolwerk van religie? Weet je, we, we, kunnen die, we kunnen allerlei bolwerken binden boven gebieden, maar dat, in het hoofd denken ze nog steeds hetzelfde. Dus ze hebben gewoon iemand nodig die zegt, maar het woord van God zegt dit, en het woord van God zegt dat, en het woord van God zegt dit. Om die mensen uit die machten van religietalen is gewoon onderwijs. Is goed onderwijs. En op die manier die bolwerken neerhalen. De bolwerken zitten in ons denken. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Die bolwerken zitten hier. Bij sommige mensen is het heel bol. Maar het is echt heel fout, die grap. Ik zal geen voorbeelden daarvan noemen. Uh, bij wie. Maar uh, het zou jammer zijn voor Ayan als we dat doen. Um. Oh. In ieder geval, hier zit dat bij mensen. Dus een bolwerk, bij iemand die in de geest van rebellie en verslaving zit, is gewoon is een, soort, is een geest van een wees die zich nergens bij aangesloten voelt en die daardoor gaat rebelleren tegen alles wat de autoriteit heeft. Die moet gewoon weten dat God van hem houdt een vader wil zijn in zijn leven. Dat er genade is, dat er vrijheid is. En dat zijn de dingen die ze nodig hebben. Maar iemand moet ze dat vertellen. Dus dat is hoe Paulus omgaat met die bolwerken. Er zijn verhalen in handelingen dat hij door een stad loopt en hij ziet al die goden. Hij beseft dus een bolwerk. En hij. Hij begint te prediken. En hij zegt gewoon: Ik zie al die goden. Dus hij begint gewoon dat bolwerk uit hun hoofd te praten. Maar dan begint hij Jezus te prediken. Dus wat de kerk meer moet doen dan ooit tevoren is: Jezus prediken. Ga niet drie maanden naar Afrika toe om de machten te binden. Ga drie maanden naar Afrika toe om Jezus te prediken. En als je dan terugkomt en vraagt: Wat is er gebeurd?, dan is er een hele hoop gebeurd. Nou, over geest en demonen. Zie je allerlei soorten, ik weet niet of je het goed kan lezen van waar je zit, maar dit zijn een aantal voorbeelden van geesten en demonen. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En dan zie je dus dat demonen voor van alles en nog wat um, proberen in mensenlevens. Je hebt doofstomme geesten, dove geesten, geesten die gek maken, allerlei dingen wat demonen proberen in mensenlevens. Geesten van angst, geesten van dwaling, allemaal... Omschrijvingen van demonen. Gaan we het wel verder over hebben van hoe komen demonen binnen? Hoe komen demonen binnen? En ik wil een stukje verder gaan over demonen. Het is wel interessant. Demonen willen in mensen wonen. Dat hebben we wel gehad. Maar iets anders wat uh, demonen willen. Even kijken. Demonen willen in bepaalde gebieden wonen. Dus ze zeggen ook okay, in Marcus 5, stuur ons niet uit dit gebied. Dus iedere gebied heeft vaak zijn eigen demonen. Demonen kunnen aan bepaalde plekken gekoppeld zitten. Demonen kunnen aan bepaalde plekken gekoppeld zitten. En ik kan je er een aantal teksten van geven. Ik denk dat we ze ook op de PowerPoint hebben. Isaiah 34, vers 12. Hier zie je dat de Bijbel spreekt over demonen die op bepaalde plekken functioneren. En het wordt dan, heeft verschillende omschrijvingen. Nou, moet ik hem hier weer niet. Hij gaat wel lekker vanavond. Jezaië 34, vers 12. Um, dat spreekt over een plek waar het oordeel van God over is gekomen. Maar even voor dit voorbeeld, dan staat er. Het zal een verblijf zijn voor de jakhalzen, een hof voor de struisvogels. Hyena's treffen daar wilde honden een veldgeest ontmoeten elkaar. Nachtspoken uh, verwijlen een rustplaats uh, die ze voor zich willen vinden. Slangen. En dan spreekt over allerlei dieren, maar ook over geestelijke wezens en die daar symbool voor staan. Dus je ziet dan dat. Uh, we gaan nu weer een stuk praktisch worden. Je ziet dan dat demonen op bepaalde plekken willen wonen, omdat ze daar nou bepaalde rechten hebben verworven. Door wat daar in het verleden is gebeurd. Dus in dit geval gaat het over een plek waar enorm gezondigd is, waar het oordeel van God over is gekomen, en het is een woonplaats geworden voor demonen. Demonen willen zich vaak koppelen aan bepaalde plekken. En dat kan een gebied zijn, dat kan zelfs een huis zijn, dat kan zelfs in een kerk zijn. Of dingen die daar gebeurd zijn. En soms moet je voorzichtig zijn met, 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 met wat je hierover vertelt. Maar ik heb wel een aantal... Uh, voorbeelden erover een vriend van mij, die moest, uh, hij was voorganger hij moest spreken in een PKN kerk en ik, ik kan het niet in detail vertellen, maar hij, li hij liep die kansel op en op die kansel allemaal onreine gedachten, hij dacht wat is dit, hier heb ik nooit last van en het bleef maar rond zijn hoofd zoomen en op het gegeven moment dat hij door zijn geesten en, en, en je, hij bestrafte ze. hij kon de preken uiteindelijk maar het bleef gewoon onrustig en geestelijk voelde gewoon de enorme machten van onreinheid nou, later kwam die erachter, en ik kan niet in detail trainen, maar in die gemeente, onder het leiderschap, zelfs onder de voorgangers. een enorme immorele onreinheid, seksuele onreinheid was. Met seksuele relaties die, die uh, absoluut niet konden. vanuit het woord van God. maar getolereerd werden door het leiderschap, en die mochten daar voorganger blijven. En hij wist daar niks vanaf, dat hoorde hij achteraf pas. Maar hij, liep, hij kwam om te prediken en hij merkte het. En dan zie je dus dat demonen koppelen aan bepaalde gebieden. En. Um, ik zit soms te twijfelen wat ik wel en niet kan zeggen. Omdat ik wil mensen niet afschrikken. Um, ik ga het wel vertellen en ik hoop dat je er goed mee om kan gaan. Um, in zoverre, de dingen die ik heb meegemaakt op dit gebied is dat één... Uh, en de, de reden dat ik aarzel met dit voorbeeld is omdat het eh, de kerk is die we bijna allemaal kennen in Jubilee. En het is niks, heeft niks met Jubilee zelf te maken. Maar de, uh, toen, we net, toen Jubilee net verhuisde van de, uh, hoe heette dat, die buurtzaal. Ook op de hoefde, was een buurthuis naar het Hansencollege. En wij uh, we gingen toen verhuizen en ik hielp mee met spullen sjouwen. En in ieder geval. Degene die, die wel eens in Jubilee in de kerk komen, die weten dat daar uh, het gedeelte wat, wat Jubilee huurt, dat er zit geen alarm op. Dat is gewoon alarmvrij, maar de rest staat alarm op. Als je daar een deur opentrekt of je zet één stap binnen, dan gaat de alarm af. In ieder geval, ik was er de allereerste dag, we waren spullen aan het verhuizen en ik liep daar samen met iemand anders. Ik was er nog nooit geweest, dus je bent daar de weg aan het zoeken. In ieder geval, bij Jubilee, op een gegeven moment als je links binnenkomt, heb je die lift. En daarachter heb je die deuren en op dat gedeelte staat het alarm. Dat kan Wilber waarschijnlijk beamen, toch? En uh, in ieder geval, we moesten spullen naar boven brengen, naar beneden. En ik sta op die lift te wachten. En dat achter, dus iedereen zegt niet verder dan die deuren, er staat alarm op. En ik sta op die lift te wachten. En die deuren hebben glazen erin, glazen ruiten. En iets bizars gebeurt. Want ik sta daar te kijken, met wat is in de pants. Dus ik sta in die gang te kijken. En ik kijk door die gang heen. Het is een school. En een van die deuren gaat open. In het gedeelte waar het alarm zit. En levens echt voor mijn ogen. Lopen twee tienermeisjes. In ondergoed met een slaapzak onder een arm, lopen die deur uit, de gang op en draaien de hoek om. En iemand anders komt net aanlopen, dus ik zeg: van, Oh, is, er, is de school open? Hij zegt: Nee, de school is niet open. Ik zeg: Maar ik zag er net iemand over. Hij zegt: Onmogelijk, zit de alarm op. Onmogelijk. Levensecht zag ik dat gebeuren. Ik geloof dat het een manifestatie was van demonische geesten. Weet je, wie weet wat er allemaal gebeurd is in zo'n school. Aan wat kinderen doen, aan occulte spelletjes, weet ik veel, seksuele dingen, immorele dingen waar demonen zich nestelen. Levens echt, zag ik dat gebeuren voor mijn ogen. Nou, toen diegene naast me zei, er zit alarm op, ik wist even niet hoe ik het had. Alsof ik gewoon op drie meter afstand, voor me gaat de, neus, gaat de deur open, lopen mensen weg voor mijn neus. En de reden dat ik er voor zich mee ben, dat sommige mensen worden spooky of, of bang, maar dat is, niet, dat, is, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel om aan te tonen hoe reëel de geestelijke wereld kan zijn en hoe geesten bepaalde gebieden in bezit kunnen nemen. Of wat daar gebeurt is dat ze daar aan koppelen. Je hebt misschien wel eens gehoord van huizen die bezeten zijn. Nou, soms denk ik wel eens, nou dat zal wel meevallen. Demonen kunnen letterlijk aan huizen gekoppeld. Ik weet een tijd geleden, ook omdat ze aan voorwerpen gekoppeld kunnen zijn. Voorwerpen die met de ban werden geslagen. Ik weet een tijd terug, ook voor iemand die, waarvoor we baden. Die kwam vrij in de dienst, maar die kwam iedere keer gebonden weer terug. En op een gegeven moment ga je vragen stellen. En op een gegeven moment komt er echt een hele huis vol met afgoderij en rare dingen. Waar die demonen gewoon heersen en iedere keer weer terugkomen. Dat er gewoon rechten zijn en ingangen zijn. En zo kunnen demonen gebonden zijn aan gebieden. En ik weet niet wie het verhaal van Jan Zelstra kent van de Franse stad Carcassonne, of je die ooit wel eens hebt gehoord. Maar uh, op een gegeven moment Jan kreeg Jan Zelstra een opdracht van God om een campagne te doen in Frankrijk. En op een gegeven moment benaderde iemand hem en hij ging daar naartoe en uh, uh, hij, hij zocht het dichtstbijzijnde grote stad op en dat was Carcassonne. En Jan Zelstra vroeg: Waar zit hier een gemeente om mee samen te werken? En die man die hem daar begeleidde, ook een christen, zei: je zit geen gemeente. 1200 jaar geleden, of in het jaar 1200, zijn alle wedergeboren christenen zijn hier vermoord. En sinds die tijd is er nooit meer iemand die hier een gemeente heeft kunnen stichten. En God zegt hem: dat is de plek waar je campagne moet doen. Maar wat daar gebeurde, was een bolwerk van demonen geworden. En om even, om een lang verhaal kort te maken: Allereerst de allereerste nacht dat ze daar waren, gewoon op verkenning om te kijken welke zaal kunnen we huren. Midden in de nacht wordt hij wakker omdat er tegen de ruit lijkt iets keihard aangegooid te worden, boem, en heel de ruit trilt. En hij staat op en hij kijkt uit zijn raam en hij ziet demonen jankend rond het huis lopen en schreeuwend. Weet je, geestelijke machten die in dat gebied zaten, die daar niet weg wilden. En uh, weet je, ik kan je verhaal na verhaal vertellen om aan te tonen dat de demonen zitten, zitten soms gekoppeld aan gebieden. Een vriend van mij die uh, die ging wonen oh, en een bizar verhaal. Maar goed, we zitten toch in de bizarre verhalen. Um, hij ging op een gegeven moment wonen en hij, hij, hij was verhuisd. En hij woonde vlakbij het spoor. En op een gegeven moment, hij keek s'avonds uit zijn raam. En in de tuin, hij, hij functioneert scherp in, in het onderscheid van geesten, ziet hij twee gigantische demonen staan: geestelijke wezens. En hij bestraft ze. Weet je, en, en ze gaan weg. En, en, maar een aantal keer gebeurt dat. Totdat hij, er, totdat hij gaat bidden, Heer, wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment valt zijn oog, of iemand vertelt hem, dat de plek recht achter zijn huis was, blijkbaar een bepaalde overgang van het spoor, wat een van de nummer 1 zelfmoordplekken was in Nederland. Waar constant mensen voor de trein sprongen. En het was een woonplaats van demonen ge, ge, uh, geweest. En het gebeurde echt regelmatig dat mensen daar zelfmoord pleegden. In ieder geval, hij had die openbaring, hij ging ervoor bidden, hij heeft het vrij gebeden. Vanaf de dag dat hij er gewoond heeft, heeft er nooit meer iemand zelfmoord gepleegd. Om aan te tonen hoe geestelijke machten sturen boven gebieden. Denkgebieden. Uh, gewoon daarop zitten te sturen. Hoe dingen verlopen. Jan-Juud Pasterkamp, toen die Papen in kwam. Dat hij daar kwam en hij zat s'avonds op, op zijn veranda. En letterlijk zo'n masker, wat die volken er allemaal hebben. kwam voor zijn ogen zweven en keek hem vuil aan met levende ogen. Totdat hij de naam van Jezus aanriep: van voep, het verdween. En die eigenlijk duidelijk wil maken: we zitten hier niet op jou te wachten. We zitten hier niet op jou te wachten. Dus demonen kunnen aan gebieden gekoppeld zitten, ook aan voorwerpen. En er zijn allerlei teksten over. Uh, maar voorwerpen. Toevallig een paar weken terug sprak ik nog iemand. En ik ben altijd voorzichtig met dit soort verhalen, dat ik niet wil dat we te veel en dat soort dingen gaan zoeken. Maar hij had voor zijn vrouw gebeden. Zijn vrouw was ziek en uh, Eigenlijk ongeneeslijk ziek. En er kwam maar geen doorbraak en er kwam maar geen doorbraak. En op een dag was hij aan het bidden en vasten. En toen wees God hem op een, op een armband die zijn vrouw altijd droeg. En de ziekte die ze had, was een bepaalde vorm van bloedarmoede. En, en, en God zei tegen hem, je vrouw moet die armband weggooien. En, uh, dus hij ging thuis naar zijn vrouw. Nou, ik weet niet hoe dat gesprek is verlopen. Misschien heeft hij de eerste nacht op de bank geslapen. Maar uh, nee... Uh, in ieder geval, hij zei: hij zei Joh, Ik heb gebenenigd vast, dit is wat de Heer heeft gezegd. En ze gingen uitzoeken, ze hadden die armband cadeau gekregen of gekocht met bepaalde steentjes eraan. Ze, ze gingen uitzoeken: wat is dit eigenlijk? Waar komt het vandaan? En het bleek dus dat die stenen gebruikt werden in, in, in andere occulte godsdiensten voor bloedziektes. En ze gooiden het weg, ze baden opnieuw voor en ze genas compleet. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met dit soort van. Ik geloof het 100%. Hij is echt betrouwbaar. En ik, heb, ik ken zelf ook dit soort verhalen. Omdat ik niet te veel wil dat we te veel in dat soort dingen gaan zoeken. Oh, een oranje horlogebandje. Is oranje niet een kleur van dit of dat? Weet je, gooi me weg. Iemand ziet zijn hand opsteken als je me gooit hierheen. Maar. Um, <laughs> weet je, je moet het daar niet, niet te veel in zoeken. Maar je moet er wel scherp voor zijn. Je moet er wel scherp voor zijn. Dat het aan voorwerpen gekoppeld kan zitten. Je moet ook niet weird worden ofzo. Ook als je op bepaalde plekken komt, weet je, ik maak me er totaal geen zorgen over. Omdat je hebt autoriteit. Jou, waar jij staat, dat is het grondgebied van het Koninkrijk van God. Zorg dat je eigen huis schoon is. Weet je, zorg dat je zelf daar let op bent. Maar als je bij anderen moet komen, dus ik heb verhalen wel eens verteld, dat ik bij satanisten in de auto stapte en die dacht ik heb hem, want ik ging kaarten satans muziek aanzetten. Joh, kan mij het verrotten waar je aanzet? Doet me helemaal niks. Alleen toen hij bij mij kwam, zette ik keiharde worship muziek aan. Hij kon het niet uitstaan. Ik won. Halleluja. In ieder geval, weet je, ik ben daar niet bang voor. Van, oh nee, je moet niet bij mijn auto Je moet niet dat soort muziek of weet je wel, goh joh, doe rustig aan. Weet je, je hebt autoriteit. Sta in je autoriteit. Maar wees wel scherp op dat soort dingen. Eens even kijken. Het hmm, is ook interessant, kijk, over de duivel, demonen kan je uitdrijven, de duivel niet. Je kan hem wegsturen als hij jou persoonlijk lastig valt, hoewel ik wel denk dat, sommigen zeggen, ja, de duivel verscheen aan me. Ik denk over al die miljard mensen, er is één duivel, dat de kans dat hij aan jou verscheen niet zo heel gigantisch groot was. Uh, misschien heeft hij belangrijkere dingen te doen, maar... Uh, Vaak zijn het gewoon afgezanten van de duivel, demonen. Maar de bijbel zegt bied weerstand aan de duivel. Als die komt, kan je hem bestraffen. Hij zal luisteren naar de naam van Jezus. Maar de bijbel zegt bied weerstand aan de duivel. Hij zal van u wegvluchten. Bied weerstand aan de duivel. Hij zal van u wegvluchten. En ook Petrus zegt dat bied weerstand vast in het geloof, vast in het geloof. Oké, okay, we zijn een heel eind. Laat ik even gaan nog naar. Kijken we nog een aantal minuten. Heel, misschien wil ik heel iets langer doorgaan. Om te kijken of dat ik hier een stukje doorheen ga komen. Uh... Demonen, wat doen ze? Drie doelen van demonen. En dit lijkt logisch, maar ten eerste voorkomen dat we Christus leren kennen. Ten tweede voorkomen dat we effectief Christus dienen. Als je tot geloof bent gekomen. En ten derde gewoon ons, en dan bedoel ik de mensheid, tegenwerken, lastigvallen pijn doen en kwellen. Dat is wat demonen doen. Dus wat doen demonen? Dit is wat ze doen, wat ze proberen. Nou, kunnen, Christen, uh, kunnen christenen in demonen wonen? Nee. <laughs> ik heb ooit wel... Nou goed, ik ga dat niet vertellen. Als zo'n foute grap van een prediker die ik ooit hoorde maken. Maar goed. Kunnen demonen in christenen wonen? Dit is altijd een, lijkt toch wel een discussie te zijn. En gelukkig de laatste tijd wel wat minder... Maar kunnen demonen in christenen wonen? Ik geloof van wel. Maar we moet onderscheid maken tussen verschillende niveaus van demonie. Demonen proberen je te beïnvloeden, proberen ze bij iedereen. Dus ze, die vurige pijlen, ze liegen, ze zeggen dingen tegen je. Gebeurt bij iedereen. Weet je dat er in één keer een gedachte komt, of een één keer een stem komt die iets zegt en probeert ingang te krijgen. Dat is beïnvloeden. Dan heb je bezetten dat ze in iemand kunnen wonen. En dan heb je bezitten. Nou, een demon of Satan kan nooit een christen bezitten. Want je bent bezit, jouw geest is wedergeboren en is van Jezus, is van God. Maar hij kan wel bepaalde delen van je lichaam bezetten, gaan we zo meteen nog over hebben. Een christen kan beïnvloed worden door demonen, een christen kan bezet zijn door demonen, een christen kan geen bezit zijn van demonen. Tenzij hij of zij zondigt tegen de Heilige Geest. Nou, ik heb geen tijd om dit uit te leggen, uh, dus ik wil eigenlijk uit dat ik deze week of volgende week een aparte video kan doen over wat is de zonde tegen de Heilige Geest. Omdat ik zo, nou niet heel veel, maar ik ontmoet wel regelmatig christenen die bang zijn dat ze dat gedaan hebben, helemaal in paniek zitten. Van, oh, ik heb misschien wel gezondigd tegen de Heilige Geest en kan ik wel vergeven worden. Dus ik ga gewoon een aparte video in de studio doen over wat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar kunnen demonen in christenen wonen? Ja. Want sommigen zeggen ja, maar een demon kan niet in een christen wonen. Want dat is Dat is, je de Heilige Geest woont daar. Nou ja, de meeste christenen kunnen ook nog prima zondigen. Terwijl de Heilige Geest in, in ze woont. Ze kunnen ziek zijn. Ze kunnen roddelen. Ze kunnen allerlei dingen doen. Dus um, de duivel verliest niet alle invloed op je leven, wel alle autoriteit. Maar christenen kunnen, uh, je, er is gewoon ruimte voor. Jezus dreef demonen uit bij gelovige Joden. Marcus 1, vers 39. Hij preekte in hun synagoge door heel Galilea en hij dreef er de demonen uit. Ik weet, dit waren geen wedergeboren christenen. Maar Jezus dreef demonen uit bij gelovige Joden. Hij predikte in hun synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Nou, daarnaast, de Bijbel waarschuwt christenen nadrukkelijker voor: geen ruimte te maken voor de duivel. En geen andere geesten te ontvangen. Nou, als dat niet zou kunnen, hoef je er niet voor te waarschuwen. 1 Timotheüs 4, vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat er in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. Zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus mensen die misleidende geesten achterna gaan. 2 Korinthe 11, vers 3. Alleen het laatste gedeelte. Dan waarschuwt hij dat u geen andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt. Nou, als dat niet kan, zou je er niet voor hoeven te waarschuwen. Dus het lijkt gewoon dat christenen kunnen uh, absoluut demonen hebben. Wat belangrijk is om te weten is dat het christen bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw geest is wedergeboren. Daarover zegt de Bijbel: alle dingen zijn nieuw geworden. Maar jouw ziel, jouw emoties zijn niet wedergeboren. De Bijbel zegt, die moet je zelf vernieuwen, heiligen, zalig maken met het woord van God. Dus in het gebied van je ziel en ook het gebied van je fysieke lichaam kunnen nog steeds demonen wonen. En dan gaan we wel kijken hoe dat met ingangen zit. Uh, maar daarvan ben je niet vrij. Oké, okay, als laatste wil ik proberen om kort, ik ga het echt proberen. Geef me tien minuten en dan gaan we er doorheen. Of ga ik dat de volgende keer doen? Eens even kijken. Uh, ik ga dat de volgende keer doen. Ik kijk dat er nog een aantal vragen zijn. En de volgende keer wil ik dan heel uh, praktisch gaan kijken. Wat doen demonen in mensenlevens? Hoe weet je of je met demonen te maken hebt? En een uh, aantal andere dingen die we nog gaan behandelen. De volgende lessen is... Even kijken, ik heb het hier staan. Uh, hoe komen demonen binnen? Wil ik het volgende keer ook over beginnen. De rechtsgrond in mensenlevens. Hoe kan nou dat de demonen binnenkomen? Of hoe kan je ze eruit houden? <laughs> Minstens zo belangrijk. Uh, avond vier wil ik gaan hebben over bidden. Bidden, van, bidden voor bevrijding. Manifestaties. Bidden voor bevrijding. Hoe doe je dat? En hoe blijf je vrij van demonen? Ook avond vijf. Maar ik denk dat we alle avonden dik nodig gaan hebben. Hé, hey, het onderwijs wat je net hebt gezien... is onderwijs dat we geven aan onze tweedejaars bijbelschoolstudenten... We hebben besloten om deze module ook op YouTube te zetten om zoveel mogelijk mensen ermee te zegenen. Maar wil je veel meer van dit soort onderwijs over genezing, bevrijding, wandelen in je roeping? Kan je een account maken op www.bibelschool.tv En dan kan je onze Bijbelscholen gewoon op afstand volgen op je eigen tijd, je eigen locatie en je eigen tempo. En uh, wil je de Bijbelschool fysiek volgen? Elk jaar in januari start de Bijbelschool opnieuw in Werkendam. We hopen je daar te ontmoeten.